Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Ja, ik zie dat ik... Goedemorgen. Ik word al toegezwaaid. We zitten nu op 20 deelnemers. Dat zouden er nog iets meer moeten worden. Anke, heeft het zin om nog even te wachten? Ben je nog mensen aan het binnenlaten of zullen we gewoon de laatkomers laten voor wat het is? Ja, ik denk dat we kunnen starten. Ja? Geen mensen in de wachtkamer? Nee. Dan gaan we inderdaad starten. Goedemorgen allemaal, ik ben Vera Dalm van de VBNE en welkom bij deze OBN-workshop. Een heel speciaal programma, dus ik verheug mezelf ontzettend op, want we gaan echt zelf met een eigen gebied aan de slag. En welk gebied is dat? Ooibossen. Nou, ooibossen, we vinden ze allemaal prachtig, maar je komt in een belangentegenstelling soms terecht tussen biodiversiteit, veiligheid, recreatie, wat moet je allemaal? Nou, daarvoor is door Wageningen Environmental Research een online tool ontwikkeld, waardoor je met 6 verschillende ooibostypen aan de slag kan en kan kijken van: is mijn gebied geschikt? Hoe ziet het eruit? Welke biodiversiteit wil ik hier realiseren? Hoe zit het met veiligheid en dergelijke? Nou, ik weet daar natuurlijk weinig van. Degene die er echt wat van weten zijn Gilbert Maas en Bas van Delft. En die gaan ons deze ochtend daarin meenemen. Ze gaan eerst de tool uitleggen. Hoe zijn we ertoe gekomen? Waar hebben ze allemaal rekening mee gehouden? En vervolgens gaan we echt de verdieping in. Oké, hoe ziet die tool eruit? Hoe werk je ermee? En heel speciaal vanochtend, vervolgens gaan we met een eigen gebied aan de slag. Dus we hebben straks ook bijna een uur werktijd waarin je thuis zelf kunt kijken van oké, hoe werkt die tool en wat kan ik ermee? En daar gaan Bas en Gilbert ook bij helpen. Dus je kunt vanochtend ruimschoots van hun hulp en deskundigheid gebruik maken. Eerst eventjes de Zoom-regels. Graag je naam en eventueel ook je organisatie, dat is plezierig. Houd je microfoon uit. Nou, we kennen het inmiddels allemaal. En gebruik ook de chat. En vandaag wil ik je daar extra toe oproepen. We zijn met een wat kleinere groep. Dus als we in een zaal met elkaar hadden gezeten, hadden we ons aan elkaar voorgesteld. Vinden we nu toch een beetje jammer van de tijd. Maar voor het straks zoeken van de casus vinden we het wel fijn als we weten of er mensen zijn die al heel concreet met een project aan de slag zijn. Dus heb je echt de opdracht om binnenkort iets voor jouw regio, voor jouw gebied te ontwikkelen? Dus zou je in de chat toch willen melden of je al concreet met een gebied bezig bent? Dat is voor Gilbert en Bas ook plezierig, want dan kunnen we straks even kijken wie er echt al zover in de praktijk staat dat we wellicht die casus wat beter kunnen uitdiepen. Dus zeg je van, nou, ik ben gewoon geïnteresseerd in de tool en ik wil er ook echt even mee spelen. Is helemaal prima natuurlijk, daar is deze workshop ook voor. Maar heb je eventueel een concrete opdracht waarvan je zegt van, nou, daar wil ik echt deze tool voor inzetten? Stel jezelf voor in de chat en meld dat ook. Dan kunnen we daar straks op terugkomen. Nou, de bijeenkomst wordt opgenomen. Dus heb je daar echt bezwaar tegen? Ja, dan moet je wel je camera even uitzetten. Maar ik neem aan dat de meeste mensen dat niet hebben. En op natuurkennis.nl, de website van OBN, zullen ook de resultaten en de opname even terug te zien zijn. Zoals je denkt van, ik wil die uitleg nog een keer horen, dan kan dat daar. Nou, dat was wat mij betreft genoeg introductie. Ik ga heel graag de beide sprekers introduceren. Van Wageningen Environmental Research, Gilbert Maas en Bas van Delft. Gilbert gaat beginnen. Misschien even naar het programma wannen, als je mij de ruimte geeft. Gilbert gaat zo meteen beginnen. Die geeft ons de hele introductie. Dat is een kort moment voor vragen. En dan gaan we de tool bespreken samen met Bas van Delft. En zoals je ziet hebben we over een klein uur al de gelegenheid om dan zelf met die tool aan de slag te gaan. Waarbij dus Gilbert en Bas als helpdesk functioneren. Dus je kunt daar ruim gebruik van maken, maar daar kom ik straks op terug. En rond 11:15 gaan we afsluiten. Gilbert, mag ik jou het woord geven en je uitnodigen om je slides te laten zien. En ja, dankjewel. Ondertussen, terwijl Gilbert spreekt, en dat is niet om de aandacht van hem af te leiden, maar graag ondertussen even jezelf in de chat voorstellen als je een concreet gebied hebt. Dankjewel. Gilbert, aan jou het woord. Ja, dankjewel Vera. Even kijken.
Ik heb mijn scherm gedeeld en even de vraag, is dit het goede scherm? Ja, oké. Okay. Ik krijg duimpjes. Goedemorgen, Gilbert Maas. Ik ga jullie vandaag door dit instrument heen leiden, samen met Bas. Ik heb dit gemaakt in een team van 5 personen bij Wenner. Wint-Jan Bijlsma, Fabrice Opburg, Henk Kramer en Bas van Delft en mijzelf hebben deze tool samengesteld. Zoals jullie weten is er zijn ooibossen in het riviergebied al. Ik moet even zelf doorzien te schakelen. Ja. Zijn ooibossen in het riviergebied al een lange tijd in discussie, een belangrijk onderwerp. En in deze online werkplaats willen we jullie meenemen in het project wat in het kader van OBN is gedaan, om een afwegingskader te maken voor ooibossen. De presentatie bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen, zoals Vera al heeft benoemd. Een introductie van mij. We gaan dan werken met het afwegingskader. We laten zien hoe de structuur in elkaar zit, de functionaliteit en de verantwoording. Want er zit echt heel veel informatie verwerkt in dit afwegingskader. Normaliter wordt er in het kader van OBN een rapport opgeleverd waarin alles wordt beschreven. Er is in dit project voor gekozen om dat allemaal in deze functionaliteit in te bouwen. Dus het is denk ik wel belangrijk om jullie daar ook doorheen te leiden. En tenslotte, wat al gezegd is, kunnen we zelf aan de slag gaan. Goed, de achtergrond van deze studie. En eigenlijk ook al direct een stuk uitgangspunt die wij gekozen hebben. En wat ik denk de meeste van jullie ook wel zullen herkennen vanuit de praktijk. Dat is het winterbed van de grote rivieren. Dat is een heel kansrijk milieu voor de ontwikkeling van ooibos. Iedereen die om zich heen kijkt en die in het riviergebied actief is, die ziet overal dat als er een natuurlijk beheer wordt toegepast, dat ooibos zich ontwikkelt. En er zijn dus heel veel kansen voor die ontwikkeling van ooibos in het riviergebied. Tegelijkertijd stellen we vast dat als we kijken naar doelstellingen vanuit natuurbehoud, dat er eigenlijk alle ooibossen op dit moment te klein zijn van oppervlakte, niet de juiste structuur hebben en functie en dat het heel moeilijk is om vanuit de habitattype, bijvoorbeeld vanuit Natura 2000, ooibossen te ontwikkelen. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de ooibossen zelf, voor de flora en de samenstelling van ooibossen, maar ook de ooibossen als leefgebied voor allerlei karakteristieke soorten. En dat is denk ik een dimensie die wij in dit kader, aan het afwegingskader hebben willen toevoegen. Dus ooibossen niet alleen als habitattype, maar ook als ooibossen als leefgebied, als leefgemeenschap. En de centrale vraag waar wij mee vertrokken zijn van hoe kunnen we nou binnen de randvoorwaarden, in ons geval vooral de randvoorwaarden van veiligheid, want dat zijn de meest, dringende randvoorwaarden, ecologisch gezien de meest optimale plekken voor ooibossen zien te vinden. De vraag eigenlijk was heel breed, die ons gesteld wordt. En wij hebben het in het projectplan eigenlijk samengevat in deze doelstelling. Een afwegingskader te ontwikkelen wat potenties voor de ooibossen in uiterwaarden beschrijft. We gaan erbij vanuit dat het gaat om ontwikkeling van duurzame oude ooibossen. Daar kom ik straks op terug. En we verbreden het perspectief naar ooibos als leefgebied. Dat is eigenlijk de doelstelling waarmee wij vertrokken zijn. Dat heeft geleid tot een 5-tal uitgangspunten. Wij beschouwen de uiterwaard als de ruimtelijke eenheden waarbinnen we evalueren en waar we naar het gebied kijken. Dat geeft een beperking, want eigenlijk zou je willen kijken naar het hele rivierengebied, naar riviertrajecten, naar riviertakken. Maar op dit moment hebben we gezegd, we gaan het eerst ontwikkelen voor de uiterwaard als ruimtelijke eenheid. En de uiterwaardindeling van de Rijkswaterstaat, die Rijkswaterstaat hanteert, dat is onze eenheid waarmee wij
in dit afwegingskader werken. Het tweede uitgangspunt, dat is dat ooibossen zich spontaan ontwikkelen bij een natuurlijk uitwaardbeheer. En de natuurlijke positie van het ooibos, dus de groeiplaats, bepaalt uiteindelijk welk type zich in de climaxfase zal ontwikkelen. Dus we sluiten daar aan bij de natuurlijke potenties van het gebied. Het derde uitgangspunt is dat wij ons richten op ongestoorde ooibosontwikkeling. Als een belangrijk uitgangspunt voor het ontwikkelen van een biodivers rivierecosysteem. Een ooibos met alle structuren en alle leeftijdsfasen. En die blootstaan aan natuurlijke rivierdynamiek. Dat heeft consequenties voor de locaties die wij kiezen. En daar komen we straks in de tool ook op terug. Dat we ons richten op een bos buiten de stroombaan. Dus buiten de door veiligheid bepaalde stroombaan van de rivier. En wij richten op ooibosontwikkeling die zich aan een bepaalde oppervlakte, een minimum structuurareaal of een minimum dynamiek areaal, richt. Dus dat zijn twee maten die wij hanteren. Het vierde uitgangspunt al. Dat wij gebruik hebben gemaakt van de twee databases om de natuurkwaliteit of de huidige stand van de natuur te beoordelen of in te brengen. We hebben daar 118 soorten voor geselecteerd en die bepalen de actuele natuurkwaliteit. Maar die hebben we ook gebruikt als bronpopulaties, de locatie, de verspreiding ervan en de locaties ervan als bronpopulatie voor de verspreiding van soorten. Dat heeft zijn beperkingen natuurlijk, maar we hebben gezegd met deze data werken we en dit is de data die wij in de tool hanteren om de afwegingen te maken. En uitgangspunt, dat heb ik eigenlijk al aan de orde laten komen, is dat ooibossen niet alleen bossen in zichzelf zijn als het gaat om vegetatietypen, maar dat ze ook bijdragen aan een biodivers en ecologisch robuust riviersysteem. En dat naarmate zich meer van die soorten zich in die bossen kunnen vestigen, en we hanteren daar een termijn van 20 jaar voor, en dat is, moet ik zeggen, ook een arbitraire grens, maar dat is wel een termijn waarbinnen zich ooibossen spontaan kunnen ontwikkelen, naarmate meer soorten zich kunnen vestigen in dat ooibos, het bos ook als een biodiverser en ecologischer systeem beschouwen. Dus niet alleen structuur van het bos, maar ook de soorten die daar gebruik van maken. Goed, dat heeft ook geleid tot deze opzet van het afwegingskader. En ik zie dat de tekens een beetje verschoven zijn. Maar goed, het afwegingskader is het centrale deel in de tool. Waar kunnen we ooibos ontwikkelen? Wat, waar en onder welke voorwaarden? En we hebben er eigenlijk twee invalshoeken bij gekozen. De actuele kwaliteit van ooibossen. Zoals ik al zei, die is bepaald door data uit twee databases. We hebben hier voor deze studie geen veldwerk verricht. Dat zat er niet in. Dus de actuele kwaliteit van ooibossen. En aan de linkerkant ziet u drie blokjes die de potentiële situatie van ooibossen beschrijven. Dus de abiotische kansrijkdom, allerlei biotische voorwaarden en de randvoorwaarden van veiligheid. En die leiden tot het afwegingskader. En op basis van het afwegingskader kun je dan een aantal beheersstrategieën of een aantal maatregelen afleiden. Dit is in feite de opzet van de tool en ik wil u leiden even langs die vier punten van actuele kwaliteit, abiotische kansrijkdom, biotische voorwaarden en de randvoorwaarden van veiligheid. Zoals ik al zei, de actuele natuurkwaliteit, die is afgeleid van een groot aantal soorten. We hebben 118 soorten geselecteerd en hier ziet u eigenlijk de verdeling over de verschillende soorten. 118 karakteristieke soorten van de ooibossen, mossen, vaatplanten, natuurlijk de houtige gewassen, broedvogels, weekdieren, zoogdieren, insecten, amfibieën en later
toen we eigenlijk al heel druk op gang waren, toen werd er nog opmerking gemaakt of we de vleermuizen niet vergeten waren. Ja, inderdaad, vleermuizen zijn we ook vergeten. Maar goed, dat is iets wat nog misschien in ontwikkeling is. Maar we hebben in ieder geval een 118 soorten geselecteerd als karakteristiek voor het Ooibos. Nou, die komen niet zomaar ergens vandaan. Die komen uit allerlei adviezen en reportages zijn die geselecteerd. Dus dat zijn karakteristieke soorten die in de habitat rapportage naar voren zijn gekomen. Soorten die wij al eerder in 2014 in een project met Patrick Hommel hebben geïdentificeerd. Voor de fauna vooral soorten die uit de studie voortkomen met Marieke de Lange naar de fauna in het rivierengebied in 2013. Nou, broedvogels, vanuit de biesbos. En tijdens het hele proces zijn door de begeleidingscommissie ook nog een aantal soorten aangedragen. En ging het vooral over de vlinders en insecten die uiteindelijk daaraan toegevoegd zijn. Zoals ik al zei, de bronnen, de landelijke vegetatiedatabase en de NDFF-database zijn gebruikt als bronnen voor de verspreiding. Het tweede is de abiotische kansrijkdom. Daar gaat het over de groeiplaats. En hier ziet je misschien een beetje een ingewikkelde figuur, maar ons vertrekpunt is de Uiterwaarden, de bossen, de Ooibossenstudie in Uiterwaarden van onder leiding van Wolf et al in 2001. En we hebben dus niet gewerkt met, zou ik zeggen, de bostypen die in de Natura 2000 worden gehanteerd, maar met de typologie van bossen zoals die in de bovenste figuur staat. De onderverdeling in zachtrood ooibossen en hardrood ooibossen, met de verschillende bostypen dan in de blauwe tabel die daarbij horen. En al die eentjes, tweetjes, drietjes en viertjes en vijfjes, dat zijn de groeiplaatsen waarop deze bostypen voorkomen. En dat ziet u dan uitgewerkt in die onderste figuur, in een dwarsdoorsnede door de uiterwaard heen, wat al die, zeg maar, landschaps-ecologische posities van die bossen weergeeft. En dat is onze manier van denken over de groeiplaats van de ooibossen. En de factoren die daar een rol bij spelen zijn overstromingsduur en hoogteligging. Nou, dat ziet u ook in die figuur uitgewerkt. Al die groeiplaatsen hebben eigenlijk een andere hoogteligging, een andere overstromingsduur. De bodem is een belangrijke factor daarin. Of het zandige bodem is, kleiige bodem of venige bodem zelfs. Nou, de grondwaterpositie is een belangrijke. En de kalkrijkdom van de bodem, maar eigenlijk is die voor het rivierengebied als zodanig niet heel erg onderscheidend. Maar vooral op het moment dat je meer richting de bossystemen van beekdalen, aangrenzende beekdalen terechtkomt, dan wordt dat een onderscheidende factor. Oh, ik ga even eentje terug, per ongeluk. Goed, de derde invalshoek zijn de biotische voorwaarden. Gaat het over fauna en we hebben gekeken naar het gebied, naar de ooibossen, de geschiktheid ervan als groeiplaats, maar ook als leefgebied voor kenmerkende ooibossoorten. En de kans dat een gebied wordt gebruikt door fauna, dat is afhankelijk van een aantal factoren. En die ziet u hier beschreven. Er zijn de eisen die de soorten zelf stellen aan de groeiplaats of het leefgebied. De oppervlakte is een belangrijke factor. Of een leefgebied groot genoeg is om broedparen te herbergen. Of zelfs een hele populatie van een soort te kunnen herbergen. De huidige verspreiding is een belangrijke factor erin. Van komen de soorten überhaupt in het rivierengebied voor of in het aangrenzende gebied. En de kenmerken van de soort, van hoe makkelijk kunnen ze zich verspreiden over een gebied en hoe grote afstand kunnen ze afleggen. Nou, dat ziet u eigenlijk in het rechter figuurtje weergegeven. Dat zijn drie verschillende plaatjes waarin wordt aangegeven hoe soorten zich over leefgebieden kunnen verspreiden. En links ziet u een groot gebied wat als een kerngebied zou kunnen fungeren. En dat rode stipje, dat is in feite een plek die wij toevoegen aan het gebied. En de vraag is natuurlijk van, kan vanuit dat grote gebied dat rode stipje bereikt worden? Nou, dat is een belangrijke factor
in of een gebied na 20 jaar wordt gekoloniseerd door soorten. Nou, we hebben daar ook maar even een disclaimer neergezet. Die netwerkanalyse die is gebaseerd op vuistregels op uiterwaardniveau. En dat betekent dat, misschien zijn jullie bekend met de Large-analyse die door Wageningen ooit is ontwikkeld ook, waarin soorten, de verspreiding van soorten en de netwerken van die soorten worden geanalyseerd. Nou, wij doen niet live hier een Large-analyse in deze tool, maar wij gebruiken wel de uitgangspunten van die analyse, van die netwerkanalyse als vuistregels in onze tool. Dus dat moet u... Ja, dat moet u erbij bedenken. Nou, tenslotte de randvoorwaarden van veiligheid. Daar bent u misschien ook, heeft u aan de lijve ook al te maken mee gehad. En wij definiëren uitbreidingsruimte. Dat is de ruimte waar je kan zeggen, daar kan je bos ontwikkelen. Nou, dat is de ruimte buiten de stroombaan. U ziet in het figuurtje een voorbeeld ervan. Het blauwe gebied is de stroombaan en het gebied in groen, dat is het gebied buiten de stroombaan. En we gebruiken ook de in de vegetatielegger gedefinieerde mengklasse als een gebied waar wij bos kunnen ontwikkelen. Dus dat zijn twee gebieden die wij hebben geïdentificeerd als ruimte voor een bosontwikkeling. Dat neemt niet weg dat overal waar wij ook buiten de stroombaan bos als kansrijk zien, dat erbij... dat het bos wat daar ontwikkelt, de toename in ruimte, in ruwheid daarvan, gecompenseerd zal moeten worden. Dus ook ontwikkeling van bos buiten de stroombaan zal moeten leiden tot een integrale inrichting van die uiterwaard. En eigenlijk zijn we dan al bij een stukje strategie terechtgekomen, want het betekent dat als we meer bos willen ontwikkelen, dat we dan eigenlijk ook een integrale inrichting van de uiterwaard tot stand moeten brengen. En dat betekent ook dat we andere leefgebiedcomponenten, zoals we dat noemen, erbij zouden moeten ontwikkelen. Dus dat het totale leefgebied van die uiterwaard zich verbetert. Dus kijk niet alleen naar het bos als eenheid bos, maar ook neem het totale gebied als leefgebied daarmee mee. Goed, we komen langzamerhand in jouw blessuretijd. Dus ja, ik ben er bijna. Prima. Twee slides nog. Dus wat biedt het afwegingskader? Daar zal Bas zo op ingaan. Eigenlijk in eerste instantie een overzicht brengt het samen van alle relevante informatie die je nodig hebt in een kaartviewer. En ik denk dat dat al een enorme winst is. Het geeft inzicht per uiterwaard in de actuele situatie. Het geeft de ruimte weer per uiterwaard, per groeiplaatstype, welk bos je kan ontwikkelen. En ook een actuele en potentiële natuurkwaliteit. Je kunt het bos wat je wil ontwikkelen evalueren. En daar hebben we een aantal maatlatten bij gedefinieerd. Dat is een minimum areaal wat voor de optimale ontwikkeling van het bos nodig is. Minimum structuurareaal en de geschiktheid van het gebied als leefgebied voor fauna. En door onderling te vergelijken van uiterwaarden, zie je wat het effect is van de uitbreiding in de ene uiterwaard ten opzichte van de andere uiterwaard. De laatste slide die ik heb. Wat kan het afwegingskader nog niet? Nou, wat ik al zei, hele scenario's voor riviertrajecten doorrekenen. Of op verschillende plekken in het rivierengebied bos ontwikkelen en dat in samenhang... doorrekenen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste beperkingen van het tool wat nog niet kan. Nou, daarnaast zitten natuurlijk allerlei opnameartefacten in die samenhangen met de data. En wat ik al zelf zei, de kwaliteit is niet in het veld opgenomen, dus er zit geen veldtoets achter. En dan zeg ik altijd van als je zelf meer informatie hebt over een gebied, dan gaat dat eigenlijk altijd voor boven de tool. De tool is vooral een hulpmiddel in de ontwikkeling. Nou, hier houdt mijn deel op. En neemt Bas het zo over. Nou, dankjewel Gilbert. Heel inzichtelijk. En ook fijn om al die typen alvast voorbij te zien komen. Er is één vraag van Anne Rijgold. Die zegt, wat wordt er nou verstaan onder natuurlijk beheer? Anne, je stelde die vraag vrij vroeg in de presentatie. Is die vraag inmiddels beantwoord? Of vergt die nog enige verduidelijking?
Nee, de vraag is nog niet beantwoord. Oké. Nou, wat wij onder natuurlijk beheer verstaan is dat als je op een gebied in feite uit de landbouwproductie neemt en daar een extensief begrazingsbeheer of een ontwikkelingsbeheer opzet, dan zal op termijn dat bos zich gewoon ontwikkelen. Dat is in feite zoals wij dat hebben gedefinieerd. Ik zie Anne knikken, dus voor nu is het genoeg. Zijn er nog andere vragen? Mensen die zeggen van nou, ik kan toch nog één dingetje wat ik graag wil weten van Gilbert voordat we verder de tool induiken. Qua onderzoek en achtergrond. Gilbert, als je vast je presentatie sluit, dan kunnen we ook iedereen zien. Nee, er is niemand met een andere vraag. Dan kunnen we door naar, dan kunnen we nu vast door naar de presentatie van Bas. Nee, niemand heeft een andere vraag. Bas, dan gaan we echt de tool in. Ja. En ga je ons uitleggen hoe het in elkaar steekt. Er zijn inmiddels 6 mensen die een heel concreet project hebben aangegeven. Dus Gilbert, misschien is het handig als je daar vast even naar kijkt. We zijn variërend van concreet van ik heb een SCI-bos in de Biesbos. 2 projecten die volgens mij bijna tegenover elkaar liggen. In Hattemerwaard en bij Olst. Dus als je daar vast naar kijkt, dan heb je wat meer informatie over de projecten. En heel fijn dat iedereen zich op die manier al even heel concreet maakt waar je mee bezig bent. Bas, aan jou het woord. Ja, goedemorgen. Ja, ik ben Bas van Delft, collega van Gilbert. Ik heb vooral ook meegewerkt aan de bouw van het tweede stuk van het afwegingskader. Wat we dashboard noemen, daar komen we zo meteen op terug. Ik zal een korte inleiding geven over hoe het allemaal in elkaar steekt. Het afwegingskader bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is een story map. Er zit een link in jullie uitnodiging als het goed is. Die kun je openen. Daar moet ik bij zeggen dat hij het beste werkt bij Edge, de nieuwe browser van Microsoft, of in Firefox. Chrome werkt het ook, alleen heb je dan een probleempje bij de rapportage die je kunt uitdraaien. Internet Explorer, dat werkt niet meer. Goed, als je hem die link opent, dan krijg je dit te zien. Een story map noemen we dat, met 6 tabbladen. De eerste gaat, daar staat een introductie over het afwegingskader in. Nou zou ik naar de volgende moeten gaan. Ja. Het volgende tabblad geeft informatie over de groeiplaatsen. Je kunt hiermee de groeiplaats typen, moet ik zeggen. Kun je het hele rivierengebied mee doorscrollen. Maar ook uiteraard de uiterwaard opzoeken waar je in geïnteresseerd bent. En op elk tabblad zit dan rechts een kader met nadere informatie. Daar kun je ook doorheen scrollen. Daar zitten de plaatjes in. Zoals Gilbert net ook al eentje liet zien over die groeiplaatstype. Dan is er een tabblad wat specifiek gaat over de veiligheid. Waar lig je de stroombaan, waar je dus helemaal geen ruimte hebt. Waar zit je buiten de stroombaan, waar zitten eventueel je mengklassen. Dan is er een tabblad over de actuele natuurkwaliteit. Daar is met die stippen aangegeven per hectare hok, zeg maar, de soorten rijkdom. Vanuit die databases die Gilbert genoemd heeft. En dan kom je in een tabblad en dat heet uiterwaard informatie. Dat heeft op het
eerste gezicht weinig informatie, maar dit is de toegang tot het tweede deel van het afwegingskader. En dat zal ik straks laten zien. En dan is er nog een stukje verantwoording in het laatste tabblad. Dan kun je verder naar beneden scrollen, daar staat meer informatie. Het tweede deel, dat hebben we het dashboard genoemd. Dat kun je dus oproepen vanuit dat tabblad wat uiteraard informatie heet. En dan kun je meer specifieke informatie over jouw uiteraard krijgen. En daar staat allerlei informatie in over de actuele situatie. Hoeveel hectare ooibos komt er voor binnen de verschillende groeiplaatstypen, binnen de verschillende veiligheidszones. En ook over die soorten, die informatie zit er allemaal in. Dan is er een tabblad simulatie. En daar kun je zelf wat gaan spelen met van, oké, als ik nou eens in die uiterwaard een bepaalde hoeveelheid ooibos tot ontwikkeling wil laten komen, wat voor effect heeft dat dan op de biodiversiteit? Daar gaat het eigenlijk over. Daar komen we straks op terug. En tot slot kun je dan van de keuzes die je gemaakt hebt en wat dat zou kunnen opleveren, een PDF-rapportje uitdraaien, zodat je verschillende sessies kunt vergelijken. En ook hier weer een tapje met info waar wat verantwoording in staat en onze contactgegevens in staan. Dus dit is zeg maar het geheel van het afwegingskader. Is aan de ene kant de storymap met 6 tabbladen. En van daaruit kun je doorlinken naar het dashboard, waar je meer specifieke informatie over een uiterwaard kan krijgen en waar je wat kunt simuleren met het effect van de ontwikkeling van ooibossen in verschillende groeiplaatsen. Nou, weer terug even naar die storymap. Daar heb je op elk tabblad wat vaste onderdelen. Standaard opent die bij Wageningen in de buurt. Dat zal iets te maken hebben met de ligging van ons instituut. Maar je kunt gewoon met een handje kun je er doorheen scrollen om naar je eigen uiterwaard te gaan. Je kunt inzoomen, uitzoomen. Maar je kunt ook met een zoekfunctie je eigen uiterwaard opzoeken. Dat zit daar, daar linksboven. Als je daar de naam van je uiterwaard intypt, dan moet je daar naartoe kunnen springen. Verder zitten er onderaan in het midden een paar knoppen. En daarmee kun je bijvoorbeeld kaartlagen aan- en uitzetten. Dit is een tabblad over natuurkwaliteit. En als ik het goed zie, staat hier kaartlaag aan van de uiterwaarde. En een laag met de actuele voorkomen van ooibossen. En de laag met soortinformatie in die hectarehokken. En je kunt ook via die knoppen daaronder kun je een legenda openen. Dan heb je aan de rechterkant altijd zo'n groen venster. Daar staat de uitleg in. En behalve de uitleg die daar staat, hebben we ook nog een verantwoordingsdocument. En daar zijn linkjes opgenomen in die tekst. Naar het specifieke hoofdstuk in dat verantwoordingsdocument. Dus daar staat nog wat meer informatie in. Hier, kijken naar de volgende. Dan, als je dus... hoe ga je er dan verder mee om? Je hebt een uiterwaard gekozen. Je kunt op het tabblad van de storymap over een groeiplaats kun je zien waar verschillende groeiplaatstypen voorkomen. Met de informatie in het groene kader aan de rechterkant. Als je via de tabblad uiterwaard informatie de dashboard geopend hebt, kun je bijvoorbeeld zien hoeveel hectare ooibos al aanwezig is binnen de verschillende veiligheidszones en binnen de verschillende groeiplaatstypen.
En dat wordt dan nog een keer gesommeerd. En in kleuren wordt aangegeven ook de verhouding van dat areaal tot de minimum arealen die gelden als minimum structuurareaal of minimum dynamisch areaal. Voor de veiligheid, dat staat ook weer op dat tabblad in de storymap, maar in het dashboard staat dan bijvoorbeeld een tabel van hoeveel uitbreidingsruimte is er dan op basis van wat er al is binnen de verschillende veiligheidszones. En hier zie je dan een voorbeeld. Binnen de stroombaan is in feite geen uitbreidingsruimte, want het is niet de bedoeling dat daar nieuwe ruwheid gecreëerd wordt, dus geen nieuw ooibos. Maar buiten de stroombaan heb je in dit geval 69 hectare die potentieel tot ooibos ontwikkeld kan worden. En dat is verdeeld over een aantal groeiplaatstypen. En met name groeiplaatstype 4 in dit geval. En 5. De informatie over natuur. Nou, daar is een tabblad voor in de storymap, waar je kunt zien waar de ooibossen liggen. Je kunt ook zien waar meer de soortenrijke hectarehokken liggen. En dan zit in het dashboard zit nog een tabel, twee tabellen moet ik zeggen, eentje voor de flora en één voor de fauna. Welke soorten komen ervoor? Onder N staat dan in hoeveel hectare hokken. Nou, en binnen welke leefgebieden of welke groeiplaatstypen komen die voor? Dus zo is al die informatie bij elkaar te krijgen op de kaart, in de storymap meer de ruimtelijke informatie en in het dashboard meer de cijfermatige informatie. Nou, dan ga je ermee aan de gang. Stel je voor, je wilt in de Wageninger benedenwaarde iets doen, hè, en je ziet dat er binnen de groeiplaats type 4 ruimte is voor 22 hectare ruim. Dus dan kun je in de tabblad simulatie kun je invullen, ik wil daar 22,5 hectare ontwikkelen. Er is ruimte voor meer, maar we houden het daar even op. Maar dan komt de volgende vraag, ja, waar? Want als jij ergens nieuw bos wilt ontwikkelen, gaat het ten koste van ander grondgebruik. Nou, je hebt een aantal leefgebieden. 3 staat voor natte ruigtes. Als je in de tool over die codes heen beweegt, dat kun je nu niet zien omdat dit de PowerPoint is, maar dan krijg je de verklaring van die codes. Maar die staat natuurlijk ook in de tekst. Natte ruigtes, droog grasland. Dit is volgens mij stilstaand water in het uiterwaard. En dit is overig grondgebruik, dus zeg maar agrarisch. Nou, bij voorkeur wil je die nieuwe ooibos niet laten ontwikkelen binnen bestaande natuur. Dus ga je eerst kijken of er ruimte is binnen die categorie 0. Nou, dat is kennelijk niet meer dan 11,3 hectare ruimte. Dus je zult ook elders wat moeten. En omdat je in dat groeiplaatstype 4 zit, is het meest, dat is een droge groeiplaatstype, is het meest voor de hand liggend dat gaat ten koste van je droge schaallanden. Nou, wat levert dat dan op? Dan zie je dus als je dat ingevuld hebt, dan kun je op een knopje drukken, dan krijg je dit soort tabellen te zien. In de actuele situatie heb je zoveel ooibos, dat ziet er allemaal rood uit, omdat het heel weinig is in verhouding tot die minimumarealen. Na uitbreiding, dan krijg je hier in ieder geval in die groeiplaats type 4, 25,3 hectare. En daarmee zit je net boven de grens voor minimum structuurareaal. Dus dat is een gunstiger staat, zeg maar. Dan kun je kijken van, wat kun je verwachten qua flora ontwikkeling. En dit staat los van de hoeveelheid hectare die je ontwikkelt. Maar er is gekeken hier naar welke soorten komen actueel voor binnen verschillende soortgroepen. En welke soorten komen voor in de omgeving
binnen de afstand die ze binnen 20 jaar zouden kunnen overbruggen qua dispersie. Dus daar komt de dispersie terug. En dan zie je dus ook elke keer van, nou ja, wat zit er huidig? En wat zou daar binnen 20 jaar zich kunnen vestigen? En dus dat zie je hier voor de groeiplaats type 4 aangegeven. Hetzelfde geldt voor fauna. Wat zou daar eventueel zich kunnen vestigen? En die leefgebieden 1 en 2, dat zijn je zachthoutooibos en je hardhoutooibos. En daar zijn we natuurlijk in geïnteresseerd. Wat zou zich daar eventueel kunnen vestigen? En dan zijn er toch wel, als de omstandigheden gunstig zijn, best wat soorten die zich kunnen gaan vestigen. Dan gaan we kijken van wat is nou het effect van die uitbreiding die je voor ogen hebt op het areaal leefgebied. En we hebben het hier over leefgebiedcomponenten. Dat zijn nogmaals zachthoutooibossen, hardhoutooibossen, natte ruigtes, droog grasland, stilstaand water en stromend water in de uiterwaard. Die leefgebiedcomponenten die zijn van verschillende waarden voor verschillende soorten. Zo'n kamsalamander die vind je alleen maar in je natte ooibossen en in je natte ruigtes en in je stilstaand water. Dus die zijn hier meegeteld in de analyse. En er is gekeken wat is nodig voor een stabiele populatie, in dit geval 1 hectare. En wat is het minimum areaal voor een minimaal in territorium? Nou, voor die kamsalamander voldoet dat allemaal in dit geval. Het wordt natuurlijk beter. Bijvoorbeeld, hier rood weeskind, die heeft voor een stabiele populatie een veel groter oppervlak nodig. Dat voldoet hier niet, maar er is wel genoeg ruimte voor 1 of meer territoria. Dat is de gedachte hier. Dat kun je voor al die soorten invullen wat er dus in de actuele situatie zit en wat je kunt verwachten na uitbreiding. Dus dat gaat zo door. Maar je ziet hier natuurlijk ook dat droog grasland, dat is kleiner geworden. Dat heeft hier nog geen grote consequenties, maar je ziet bijvoorbeeld voor de gouden vliegenvanger is het areaal ooibos in ieder geval gunstiger geworden. Nou, dan heb je al die keuzes gemaakt en dan wil je dat vastleggen om te kunnen vergelijken met een andere sessie waar je andere keuzes maakt. Dan is er dus een knop, een tabblad rapport. Dan wordt dit voorbereid. En als je de PDF wilt bewaren, dan zit hier een knop waar je op kan drukken. En dan krijg je keurig een PDF. Ik had al gezegd, er zit een verantwoordingsdocument achter. Dus een aparte PDF. Zowel binnen de StoryMap zitten een aantal linkjes als in het dashboard zitten een aantal linkjes. Als je daarop klikt, dan spring je dus naar het betreffende hoofdstuk of de betreffende tabel in het verantwoordingsdocument. Nou, dat is even in vogelvlucht wat er ongeveer mogelijk is met die tool. Ik ben er een beetje snel doorheen gegaan, maar dan hou ik misschien straks meer tijd om zelf ermee te spreken. We hebben een uur om mee te gaan oefenen. Ik zal ik deze sluiten? Graag, dank je. Even kijken hoor. Dat. Ja, en daar zijn we allemaal. Ja. Nou, er zijn vast heel veel vragen. En het is natuurlijk de kunst om nu te kijken van, goh, welke vragen moeten we even algemeen stellen, omdat ze echt verhelderend zijn voor de grote lijn. En waar gaan we straks in de oefensessie tegenaan lopen. Maar goed, zoals gezegd, dan zijn Bas en Gilbert dus beschikbaar als helpdesk en zullen ze ons er individueler doorheen helpen. Algemene vragen. Op dit moment aan Bas. Is er iemand die zegt, nou,
daar begrijp ik toch niet helemaal welke afweging je hebt gemaakt of hoe je daarnaar kijkt. Annelies, jij hebt een vraag daarover. Ga je gang. Annelies Staatsbosbeheer. Ja, goedemorgen. Bas, ik heb de opgave vanuit Natura 2000 om hardhoutooibos te ontwikkelen en vogelkers essenbos in uitbreiding oppervlakte. En voor zachthoutooibos vanuit Natura 2000 verbetering van kwaliteit. En kwaliteit zit hem ook in waterkwaliteit, want dat speelt een belangrijke rol in zachthoutooibos. Kan ik daar op selecteren? En ik heb een sense of urgency voor stroombouwgrasland en voor glanshaven hooiland, dus die wil ik uitsluiten. Als daar een kans voor is om die te realiseren, is die vanuit Natura 2000 urgenter. Kan ik dat soort selecties erin stoppen? Nou, dat is een beetje de keuze die je op dat moment zelf maakt, maar je kunt wel de consequenties zien. Kijk, deze tool is specifiek ontwikkeld voor de ooibossen, maar er is natuurlijk in de uiterwaarde nog veel meer aan de hand. En bijvoorbeeld de stroombouwgaslanden. Mm-hmm. Een voorbeeld wat ik net liet zien, ja, dan zou de keuze die daar gemaakt wordt ten koste kunnen gaan van stroombouwgaslanden. Dat is een keuze die gemaakt moet worden, of je dat wel of niet wil. En, dus dat zou eigenlijk dan betekenen, in dit geval, als je van ja, ik zie niet genoeg ruimte in die categorie 0, hè, waar meer de agrarische component. Dan zou dat kunnen betekenen dat je zegt van ja, dan kan ik niet die 22 hectare ontwikkelen, maar misschien maar 11. Ja. En het zou mooi zijn natuurlijk, wat hier niet in zit, is bijvoorbeeld de mogelijkheid om te zeggen van ik wil ook meer water creëren. En dat past ook natuurlijk in de taak die je hebt om extra ruwheid die je laat ontstaan door de ontwikkeling, om dat te compenseren. Dan zou het aantrekkelijk kunnen zijn om daar extra water voor. Ja. Hebben we in deze versie nog niet opgenomen, maar dat zou natuurlijk wel kunnen. En dan Zit de kwaliteit, hoe je de kwaliteit van, dus kwalificerende habitattypes kunt creëren, zit dat er ook in? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, dat niet, dat heb je natuurlijk ook niet per se in de hand, hè? Wat je natuurlijk kunt doen is zorgen dat de arealen die je ontwikkelt groot genoeg zijn om stabiele populaties of in ieder geval meerdere territoria van soorten te kunnen herbergen. En dat krijg je wel te zien in de evaluatie. Hè? Of die soorten zich vestigen, daar heb je natuurlijk niet zoveel over te zeggen. Nou ja, is er echt zo'n duidelijke relatie tussen omvang van een type en kwaliteit? Kun je op de Veluwe, omdat het zo groot is, zoveel kwalificerend habitattype hebben? Ik vraag me dat heel erg af. Als je stikstofdepositie heel hoog is, dan lukt het nooit. Of als natuurlijk, je maar dat zijn dingen die heb je in zo'n tool niet in de hand. Hè? Nee, precies. En, maar inundatie bijvoorbeeld wel. Als je rivierkwel hebt in plaats van inundatie of minder inundatie en meer rivierkwel, dan stuurt dat wel aan je bostype en ook aan de kwaliteit. En ik wil in mijn zachthoutooibos geen brandnetels en bramen, maar ik wil kwalificerende zachthoutooibossoorten ontwikkelen. En dat lukt nu niet. Dus de meeste zachthoutooibossen die kwalificeren niet, dus daarmee voldoe ik niet aan mijn Natura 2000 opgave. Die nuance in de abiotische factoren die daar wel invloed op hebben, die zoek ik. Maar die zit er niet heel erg. Dat zit hier dan niet in. Maar als je bij wijze van spreken die informatie wel op andere manieren beschikbaar hebt. Hè, dat je zegt van waar kan ik die rivierkwel benutten. Ja. Dan kun je vervolgens kijken van ja, welk groeiplaatstype hoort daarbij. En hoeveel ruimte heb ik daar. En en ligt dat dan ook in de deel van de uiterwaarde waar uitbreiding mogelijk is of niet? Yeah. Je moet het dan combineren met andere informatie die je ook hebt. Oké, okay. Nou, Annelies, volgens mij moet je echt de tool induiken.
Daar komen we straks nog wel op de vragen terug. Ik kijk nog even naar andere mensen die nog een vraag hebben. Is er iemand die zegt, ik wil ook even wat algemene dingen, nog los van mijn eigen casus, over de tool, over de uitgangspunten van de tool? Iemand nog? Ik zie wel in de chat een vraag en ik realiseer me dat dat niet echt goed aan bod gekomen is. Er staat, waar is de link naar het programma van Bas? En Wanne heeft wel de link opgenomen naar de, in de chat, heeft hij de link opgenomen naar de story map. Maar ik weet niet of de vraag van Ellen was, hoe kom je dan in dat dashboard? Want dat heb ik niet uitgelegd, realiseer ik me. Dus dat kan ik nog wel even laten zien. Ja, graag, laat dat even zien. Even je kunt kijken. Ook gewoon live je scherm delen, Bas. Dus je kunt ook gewoon laten zien wat je... Precies. Even kijken hoor. Dan moet ik... En dan gaan we daarna ook snel naar de uitleg van de opdracht. Ja, daar komen we allemaal voor, toch? Precies, we willen aan de slag. Ja, even kijken. Volgens mij moet je dan deze... Ja. Ja. Goed. Dit is dus het scherm uiterwaard informatie. En ik zei al, hier is verder op het eerste gezicht niet zoveel te beleven. Hè. Die ruimtelijke informatie zit in de andere tabbladen. Maar deze is belangrijk om bij het dashboard te komen. En dat gebeurt door op die uiterwaard te klikken. En dan komt er zo'n pop-up met een linkje. En voordat ik daarmee verder ga, wil ik even zeggen, dat werkt niet als je onder dit groene kader zit. Dus als ik hier op Randwijk klik, selecteer ik de uiterwaard, maar er gebeurt niks. Hier gebeurt het wel, dus dat moet je even in de gaten hebben. En maar als je hierop klikt, dan krijg je die pop-up en dan staat er klik hier voor informatie. En als je daarop klikt, opent dus dat dashboard. Met al die informatie over die uiterwaard. Ook uitleg over arealen. Voorkomende soorten. Als je hier zit nog een knop. En dan krijg je nog een gedetailleerdere tabel te zien. Ja. Dus, daar komen we zo met elkaar. Maar dat ga je als het goed is allemaal zelf lekker ontdekken. Dus ik stel voor... maar die vraag van hoe kom je daar? Dat is dus via deze poppen. Ja? Ja? Oké. Dan... Er is nog een vraag van Ria, maar ik wil toch nu overgaan tot de tool. Omdat we aan de gang moeten met het oefenen om nog genoeg tijd te hebben om ook individueel feedback te krijgen van Bas en Gilbert. Gilbert, jij hebt ondertussen gekeken naar de verschillende projecten die echt al aangemeld zijn in de chat. Ik wacht even tot Bas zijn presentatie... Ja, ik ben aan het zoeken hoe ik hier dat scherm kan, dat delen kan stoppen. Want het delen stoppen zit rechtsboven bij de meeste mensen. En soms kan het ook weer onder zitten. Het zit in je zoom optie. Ja, zoom is everywhere. Ja, dankjewel. Dat is ook een mooi scherm. Ja, nee, maar dat zorgt u niet. Even kijken. Je moet in je zoomkader zelf. Nee, je bent nu gewoon in je eigen, eigen tabbladen bezig. Kun je me er niet uitgooien, Vera? Ik wil je met alle plezier eruit gooien, maar dan gooi ik je er helemaal uit. Dat is misschien ook een beetje jammer. Nee, dat is een beetje... Oh, hier, wacht even. Ja. Het zat niks van een ander beeldscherm bij mij. Goed. Ah, je had twee beeldschermen. Ja, dan kon ik de aanwijzing niet geven. Nee. Goed, ik geef het woord terug aan Gilbert, denk ik, voor de uitleg hoe we aan de gang gaan. Maar ik denk dat de meeste mensen al, ik zie zo al wat mensen over hun schermen hoeveren. Dus zijn wat mensen begonnen. Gilbert, wil jij de opdracht uitleggen? Ja, mag je ook op je tweede scherm je microfoon aanzetten? Ik zet hem even uit. Even kijken. Of ik nu... Wat je kunt helemaal naar beneden. Wat jullie nu helemaal zien. Wij zien nu je grootste deel van je presentatie. Ja, ja. We zijn er. Oké. Zie je hem nu helemaal? Ja, niet helemaal. We hebben nog steeds, je hebt nog steeds twee schermen openstaan. Okay. Maar gezien de tijd, ga er maar even doorheen. Willen aan de gang. Oké, ja. Nou, de opdracht is om in twee uiterwaarden de omvang van 100 hectare ooibos te ontwikkelen.
Ik heb daar twee uitwaarden voor geselecteerd, de Keense waard en de Hoenwaard. Misschien zijn jullie mij bekend en anders probeer hem via de tool op te zoeken. Een andere optie is om een eigen uiterwaard of een eigen gebied mee te nemen. Ik heb even naar de chat gekeken. En de Hoenwaard komt ook voor in een van de gebieden die aangereikt is. En ook de Keense waard die in de gebieden rond Mege ligt, is ook aangedragen als een van de gebieden om te ontwikkelen. Daarnaast wordt in de chat aangegeven een specifiek gebied in de Waal of een gebied in de Waal. Dat zou ook aanvullend nog gekozen kunnen worden als een van de gebieden om naar te kijken. Dus de Keense Waard en de Hoenwaard die liggen eigenlijk al in de gebieden die aangereikt worden. Dus ik zou willen zeggen als degene die aan de Waal gaat werken en dat voorgesteld heeft in de chat, nog even concreet maakt met welke uiterwaard die aan de gang gaat, dan nemen we die ook even mee nog in de analyse straks. Dus de vraag is vervolgens om kijken naar de kaarten in de storymap, om je op je gebied te oriënteren en een beeld te krijgen van de groeiplaatstype, de soortenrijkdom, waterveiligheid en leefgebied, en te kijken of hoe steekt het in elkaar. Vervolgens naar de actuele of de uiterwaardinformatie te gaan en naar het tabblad van wat Bas net heeft uitgelegd in het dashboard. En dan die 100 hectare in te vullen in de tool. Met in het achterhoofd, want dat is steeds de verbinding met de kaart die je zou moeten leggen. En van kijk, je hebt een beeld gevormd op die kaart. Daar zou ik dat ooibos willen ontwikkelen. Ik kan dat zo verdelen over mijn landschap. En dat kun je dus in de tool invullen. En dan je keuzes te beoordelen. En dan staan er een aantal vragen achter waar je op zou kunnen reflecteren op het resultaat. En ik heb er een aantal opgenoemd, maar dat kunnen er nog meer zijn. Dus wat is de actuele soortenrijkdom? Komt het overeen met het beeld wat je misschien hebt van die uiterwaard of wat je weet? De toename na 20 jaar. Hoe ziet die eruit? Zijn er soorten die profiteren van het ooibos of niet? Wat is het effect van mijn keuze op de arealen die we hebben ontwikkeld? Komen ze in de marges terecht die we voor minimum structuurareaal gebruiken? Beoordeel het leefgebied. Wat zou ik aan het leefgebied willen veranderen? En als je eraan toekomt, vergelijk die beide uiterwaarden. Want uit het vergelijken van de uiterwaarden kun je eigenlijk het beste je conclusies trekken. Nou, dat is eigenlijk de opgave die we aan jullie mee willen geven. Het is de bedoeling, denk ik, dat deze opgave blijft staan op het scherm. Zodat jullie altijd naar terug kunnen. Het lastige is, het is prettig om als jullie straks voor de helpdesk mensen willen te woord willen staan, dat we elkaar allemaal kunnen zien. Omdat mensen dan hun vinger kunnen opsteken. Oh ja, hij was ook toegestuurd in de mail. Hè? Daar zat hij meteen. Hij zit in de mail, pak hem daar even uit. Of schrijf hem nu snel in steekwoorden over. Want het is prettig als we straks het grote scherm aanzetten met al onze hoofden. Want dan kan je namelijk ook melden van, joehoe, ik wil eventjes hulp bij de tool. Ja. Dat betekent als je met de tool aan de slag gaat, dat je Gilbert en Bas kunnen mensen gaan helpen. Dus dat kan rumoer opleveren, want dat doen ze namelijk gewoon via de Zoom. Dus als je denkt van, nou, ze zijn iemand aan het helpen, daar heb ik even geen belangstelling voor, zet dan gewoon je geluid zachter. Want Gilbert en Bas blijven gewoon in deze Zoom-sessie om naar individuele vragen over te gaan. Dus zet dan je geluid zachter om hun niet te verstaan of luister op de achtergrond mee. Dat is ook altijd plezierig. Tijmen, als jij misschien je camera wel even uitzet, want anders zien wij je enorm wiebelen. Dat leidt ons een beetje af, dankjewel. Kan iedereen met de opdracht aan de slag? En Gilbert, wil jij nog een van de projecten die aangemeld zijn, wat nader bespreken straks? Want we willen over een uur dus de projecten ook bespreken. Ja, ik zat even te zoeken naar degene die melden over de uiterwaarden langs de... Zit ik even in de chat nu te kijken. We hebben de Maas van Jan van Mierlo, van Eikelien de Hoenwaard. Ellen met de langs de Waal. Willem in de Biesbos. Ja, ik had de Waal had ik
Als het een specifieker... dan hebben we eigenlijk alle rivieren. Hebben we de IJssel, de Waal en, ja. En de Maas. Geert, Geert zit in Olst. De Henk van het Waarde. Okay. Ja. Volgens mij gaat iedereen gewoon met zijn eigen casus aan de slag. En kijken we straks wie zover gekomen is... dat het ook prettig is om, om de resultaten te delen met elkaar. Ja. Kan iedereen zo aan de slag? De spelregels is dus... we hebben tot ongeveer 11:20 de tijd. Tot waar je gekomen bent. En je kunt door middel van hier in Zoom je hand opsteken... kan je de hulp inroepen van Gilbert of Bas... En je kunt het ook in de chat vragen stellen, dus zij zullen dat begeleiden. Ja, ik zag specifiek Alland Krijgsgeld, die noemt de Waal. Zou hij dan even door willen geven met welke uitwaart hij dan aan de slag gaat? Dat zou wel fijn zijn. Hij is aan Hera? De... Ja. Hera? Ik denk dat het goed is om nog even te herhalen welke... browsers er gebruikt moeten worden. Ja, dat is goed. We hebben net al gezegd van je kunt in Internet Explorer kan je wel eventueel werken. Je kunt geen rapport uitdraaien. Dus de voorkeur heeft Microsoft Edge. Als je daar niet aan kan komen, dan heb je een tweede. En dat is Gilbert. Dat is de tweede voorkeur. Chrome doet het ook gewoon. Ja. Firefox toch? Firefox ook. Ja. Ja. Ja, Edge en Firefox doen alles goed, inclusief de rapportage. Chrome doet alles goed en de rapportage... Ja, een deel van de gegevens komt niet goed in de rapportage terecht. Maar dat werkt zeg maar voor 95% goed in Chrome. Ja. Maar ik zag van Annelies vraag dat Staatsbosbeheer staat alleen Explorer en Chrome toe. Ja, nou, als dat je keuze is, dan zou ik Chrome pakken. Ja. En de automatiseringsafdeling aangeven dat je Edge graag wil. Hè? Ja. Ja, ga ik doen. Okay. Succes allemaal. En meld je hier als er vragen zijn. Gilbert en Bas, die blijven beschikbaar.
beantwoord jij die vraag over het wegspringen steeds naar Wageningen? Ja, zal ik zo even doen. Ja. Mag ik zo wat vragen? Ja. Ik loop in het begin al vast. Ik heb op een pijltje naar links gedrukt en nou is het hele beeld weg, zeg maar. Dus ik zie helemaal geen kaart meer met een uiterwaarde. Wat doe ik verkeerd? Het is gewoon een groot grijs vlak nu. Maar je hebt zeg maar pijltje naar links teruggedrukt van naar de vorige... Ja, dat zeg maar linksboven. En nu wil ik gewoon weer terug naar een beeld met een uiterwaarde. Maar dat lukt me niet. Nee, dat knopje dat is navigatie binnen de browser, hè? Ja, dat had ik niet moeten doen. Maar hoe moet ik even helemaal opnieuw... Zit er dan niet een knopje naar rechts waar je op kunt drukken? Nee, ja, dat is lichtgrijs, daar kan ik niet op... Dan moet je misschien even opnieuw die link aanklikken. En binnen de storymap navigeer je via die tabbladen. Ja. Oké, dan ga ik dat even doen. En ja, ik kan wel informatie, dat wat net wel lukt in die storymap, zeg maar. Ik zie nergens storymap staan, ik zie alleen afwegingskader. Ja, dat klopt. Ja, zo noemen wij het ook. De storymap, ja, dat is eigenlijk... Dat is de benaming die Esri eraan geeft. Ja, oké. Nee, dan zit ik wel in de goede... Ik dacht misschien dat ik op de goede plek, maar dat is dan wel geluk. Maar ik zie nergens een plek... Ik kom nu niet in een iets waar ik informatie kan kiezen, zeg maar. Waar ik actief iets kan doen. Ik kan alleen nu informatie inzien. Wat moest ik dan ook weer doen? Ja, je hebt dus die tabbladen, hè. Goeie plaats. Dat kun je alles bekijken. Ja. En je kunt naar uiterwaard informatie. Ja, dat heb ik ook. En dan klik je op de uiterwaard waar je in geïnteresseerd bent. Ja, en dan kan ik op hier voor meer informatie. Precies, en dan moet er een nieuw tabblad openen in je browser. Ja, met de informatie over jouw uiterwaard. Ja, en daar kan ik dan dingen, daar kan ik mee spelen, zeg maar. Dat ik dan... Ja, en dan krijg je, als je die opent, dan heb je een tabblad actuele situatie. Nou, dat kun je alleen maar raadplegen. Ja. Je hebt een tabblad simulatie. En daar kun je... Ah, nou zie ik het. Ja, ik heb het. Ja, dankjewel. Oké, succes. Dank je. Dag Bas. Ja. Hoor je mij? Ja hoor, heel goed. Ik heb een basisvraag. Ik zie jullie ook wel net discussiëren over hoe je in de portal komt. Maar die vraag heb ik ook. Ik zit nog eigenlijk gewoon alleen maar naar jou en de andere deelnemers te kijken. Waar kom ik nou, hoe kom ik nou eigenlijk toch in de entree van het hele, opdracht? Ja, dat doe je buiten de Zoom-meeting om. Hè? Dat doe je in je browser. En, maar ik heb Chrome, hè? Dus ik ben gewoon... Ik kan namelijk Chrome springen, maar ik mis even het haakje om in te stappen, zeg maar. Ja. In de chat heeft Wanne, vrij ver naar boven, een link opgenomen. En die staat waarschijnlijk in de mail die je gekregen hebt. Ja, die link heb ik gezien, maar dan kom ik in de Zoom-meeting. En ik heb geen andere link nog. En in de chat, als je in de chat kijkt, in de Zoom-meeting? Ja, ik zit nu in de chat en de eerste... Om 9:45? Kwart over 10. Oké, dan moet ik daar even heen. 10:16. Ik heb iets van Alan Wanne, ja, hier. Ja, en dan HTTPS. Ah, die moet ik aanklikken. Ja, als je daarmee naar je Chrome gaat... Ja. Dan zou je er moeten komen. Jij bent even weg en ik ga nu instarten op die link. Ja, ik heb hem. Dankjewel. Goed zo. Bas, mag ik je wat vragen? Ja, natuurlijk. Daar zit ik voor, hè. Is er ergens een handleiding? Want anders heb ik 1000 vragen. Dat is één. Maar dan even specifiek. Ik heb nu even voorbeeld Hoenwaard genomen en de opdracht ingevuld. En ik wil dat alleen maar buiten bestaande natuurkwaliteit doen. En dat moet ik ergens invullen. Want ik moet maar iets met een 0. En ik snap niet waar ik dat kan vinden. Zit je op de tabblad simulatie? Ja. En dan heb je ergens
Kijk, dan zijn er twee formulieren. Een F1. Ja. Daar kun je aangeven binnen welke groeiplaatstype je iets wil. Ja, dat heb ik gedaan. En dan is er een formulier F2. Ja. En daar kun je dus aangeven welke leefgebieden. Maar ik wil het alleen op agrarische grond. Ja, dan moet je die 0 kiezen. Dat is... Welke 0 is dat? Oh, daar is die rechter kolom. Oké. Okay. Ja. En sluit je dan particulier natuurbeheer ook uit? Maar ja, dit is zeg maar de ruimte die niet in... die uit de vegetatiekaart overblijft van wat geen natuurlijke... wat geen bos is en geen natuurlijke natuurland. Sorry, dat geen wat is? Geen bos of... in feite wat geen actueel leefgebied is. Oké. Okay. Ik weet dat er in de Hoenwaard een particulier zit... die al 10 jaar bezig is om kieviesbloemhooiland te realiseren... en die kwam bij me klagen dat daar nu ooibos moet komen. Die is woest. Dus die wil ik heel graag uitsluiten. Want kieviesbloemhooiland is sense of urgency. Dus ik wil heel graag kieviesbloemhooiland voorrang geven boven ooibos... Maar ik heb wel alleen maar opgaves vanuit Natura 2000 voor de ontwikkeling van hardhout ooibos en essenvogelkerstypes. Het is allebei 4 en 5. Dus die zitten heel erg in elkaars verdringing. Met de sense of urgencies van graslanden. Dus ja. En als ik nu buiten stroombaan kijk, dan heb ik daar in de categorie 0 heb ik eentje is rood. Wat betekent rood? Wacht even hoor. Ik probeer even ook de Hoenwaard erbij te halen. Mm-hmm. Misschien is het een idee als Bas of Annelies dan even de schermbeeld. Dan is het veel makkelijker te zien ook voor de rest. Ja. En dan Annelies dat doet, want dan... Ja. Maar dat kan ik niet, want ik zit in een online Zoom. Want ik heb geen Zoom op mijn... Oké, nou dan zal ik het proberen. En dan moet jij maar aangeven waar je problemen zitten. Even kijken hoor. In formulier F2 wil ik dit in categorie 0 invoeren. 31. Kijken hoor. Zie je nu 55. Kijk hoor. Annelies, zie je nu de storymap van mij? Ja, ik kan meekijken. Ja, en dan heb je het over die... even kijken hoor. Dan moet ik hier naartoe. Hoenwaard. Ja. Hoenwaard. Ja, ook gedaan. Ja. Simulatie. Ja. En dan heb ik in die eerste heb ik buiten stroombaan in 4 heb ik 66,4 ingevuld. En dat is maximaal mogelijk. Okay. En de rest heb ik in 5 gezet. Hier nog 5? In 34,6, want de opgave is om 100 hectare te zoeken. Dus dat ben ik blij. Ja, ja. Nou goed, even kijken hoor. Waar had je dan, bij 4 had je... Ja, in categorie 5 heb ik 34,6. Oh ja. Om aan die 100 te komen. Ja, om aan die 100 te komen. Ja, oké. Okay. En dan wil ik met behulp van de tool uitsluiten 70. Dat ik bestaand heb. Dat type mol. 2020. En zeker bestaande habitatstudies waar ik allerlei opgaves voor Natura 2000 voor heb, die zwaarder zijn dan ooibosontwikkeling. Ja. Dus dan zit ik in die categorie 0 en dan zie ik 2 groene vakjes en 1 rode. Ja. Kijk, je hebt... dat rode... Die onder elkaar bedoel je, die categorie 0. Ja. Nou, kijk, die bovenste, dat is binnen de stroombaan. Ja. Nou, dan zul je zien, als je daar iets invult... Ja, ik snap het niet. Dat zou mogelijk worden, 20. Maar
Maar in principe is het niet bedoeld dat je dat 20, binnen de stroombaan 24 is 34. Binnen die mengklasse is wel enige ruimte. En, 34, dus heb ik hier nog over. Maar jouw probleem is, hè, als je zegt van ik doe al die 100, hè, dat is zeg maar even plat gezegd zoals het ontwikkeld is, is dat het meest wenselijke, hè, om het daar te doen. Ja. Maar dan zeg je van ja, maar dat zou ten koste kunnen gaan van die kievitsbloemhooilanden. En dat is dus niet de bedoeling. Nee. En dan hangt het ervan af. Kijk, waar liggen die groeiplaatstypen? Hier kom ik tegelijkertijd, ik weet niet meer wie die vraag, Ellen geloof ik, gesteld heeft, van ik spring steeds terug. Dat is helaas een beperking in dat systeem van die story maps. Als ik nou op een ander tabblad kies, dan had ik toevallig net gekozen, dus daar zit ik goed. Ja. Deze bijvoorbeeld niet. Dan moet je helaas per tabblad moet je dat even doen. Maar goed. Oké, dus je gaat... Jij had gekozen voor die groeiplaats type 4 en 5, hè? Ja. Nou, eens kijken waar zitten die. Dat zijn deze allemaal wat donkerder kleuren. Hè? Die zitten hier zo'n beetje. Hè? Dus dan weet je van, nou, waar komt dat eigenlijk voor? Ja. Dan heb je de veiligheidszone. Van waar zou het überhaupt kunnen? Nou, dus niet binnen die stroombaan, hè, die blauwe zone. Er zit wel die paarse zone, hè, 70-30. Daar is beperkte ruimte en de rest is buiten de stroombaan. Je kunt met de lagen, kun je ook zeggen van ja, ik heb geen zin om op en neer te springen. Kun je ook de groeiplaatstype weer aanzetten. Oh ja. Dan kun je kijken van waar liggen die groeiplaatstypen. Mm-hmm. Buiten de stroombaan en ook waar verhouden ze die zich tot die kievitsbloemhooilanden? Ja. Ik heb nou even niet paraat of die kievits, wat voor groeiplaatstype die kievitsbloemhooilanden voorkomen. Maar als je weet waar, hè, je weet uiteraard waar die liggen. Dat hoop ik dat ik dat uit deze tool kan halen. Dat ik, Oh, ik dacht dat je dat wel wist, omdat je wist waar die boer zat. Ik werd erop aangesproken van de week door iemand die zei, hoe kan dat nou? Dat, Ja, ja. Hey, okay, hey, Bas, even. Kijk, de natuurlijke graslanden zitten wel onder het noemertje leefgebiedeenheden. Daar zitten natuurlijke graslanden. Dus de natuurlijke graslanden zouden in de kaart, als je die toevoegt aan je... Even kijken. Maar even Gilbert, voor de duidelijkheid, want daar ging de vraag ook over. Ja. Bas, hoe open ik die legenda en die layer? Hieronder. Hier zitten vier knoppen. Oh ja, hebben ze. Links is legenda en rechts is die. Maar Gilbert, de vraag was, die kievitsbloemhooilanden, die komen op agrarische, of tenminste op grond van een boer voor. Staan ze dan ook in die... Dat is de vraag. We gebruiken niet de beheertypekaart natuurlijk, maar we gebruiken de informatie vanuit Rijkswaterstaat, vanuit de laatste ecotopenkartering en die daar aan de grond slag ligt. Dus dit zijn je natuurlijke graslanden in lichtgroen in het gebied. Dus het zou goed kunnen zijn dat bijvoorbeeld dat rechte blok daar, dat de kievitsbloemhooilanden zijn, want die ook, als je naar je habitattype kijkt, liggen die relatief laag. Ja, dat zijn relatief natte graslanden. Ja. Dus dan is dat... Dus op die manier zit het erin. Ja. Ja. Maar ja. Er zit dus particulier natuurbeheerder dan ook in?
Nee, dat zit er niet als laag in, maar dat brengt mij eigenlijk direct bij de vraag van, ja, dat tool zou zodanig moeten zijn dat je ook een eigen kaartlaag erin zou moeten kunnen brengen. Oh, ja. Met bijvoorbeeld eigendomssituatie of met de beheertypenkaart waar alle beheertypen in kunnen zitten. En daarmee zou je meer informatie krijgen. Ja. Dus dat neem ik direct even mee als een van de verbeteropties. En eigen vegetatiekarteringen toevoegen. Gilbert, is dat ook nog een optie? Nou, dat neem ik ook. Er zit nu nog geen module aan om eigen kaarten toe te voegen. En dat zou eigenlijk heel wenselijk zijn. Algemeen, ja. Leuk. Ja. Ik weet niet of dat technisch makkelijk is, hoor. Nee, maar dat is een vervolgvraag, Bas. Nu gaan realiseren, maar dat is wel een van de dingen die de hele bruikbaarheid van het instrument zouden verbeteren. Ja, dat snap ik. Maar vooralsnog kun je natuurlijk wel op je bureau of op een ander scherm je eigen kaart ernaast houden. Hè? Ja. Ja. En dan kijken van, ja, maar waar liggen die gaslanden dan? En bijt dat elkaar met met dat ooibos wat ik wil ontwikkelen. Ja. Eén hoeft de ander helemaal niet uit te sluiten. Hè? Nee. Stel je voor dat die kievitsbloemgraslanden dat die niet op deze kaart van natuurkwaliteit staan. Mm-hmm. Maar je hebt wel een andere kaart. Dan kun je dat natuurlijk voor jezelf ernaast houden. Hè? Het zou mooi zijn als je het in één scherm kon laten zien, maar sommige dingen moet je dan zelf even op je eigen manier. Het blijft gewoon ecologenwerk. Dat mag ik hopen, ja. Ja, maar dat is wat gevaarlijk met tools, hè. Dan denkt iedereen van, oh, dat kan ik zelf wel. En dan ga je het even snel rondklikken en dan heb je het geregeld. Maar zo is het natuurlijk niet. Hè. Dit is echt bedoeld als hulpmiddel in dat proces. In dat proces heb jij je eigen informatie, je eigen kennis. Ja. En ook die vraag waar we het eerder over hadden, over die vierkwel of inundatie. Ik geloof inundatie zit hier wel bij, dacht ik. Maar in ieder geval over die vierkwel. Dat is dan informatie die je zelf kunt inbrengen. En dan de keuze moet maken van, waar heb ik, zeg maar, qua waterkwaliteit de beste opties? Ja. Ja. Ik zie nog niet hoe jij deze... Want ik zit niet in natuurkwaliteit. Ik zit in groeikast. Ja. Precies. Ja. Maar er zit in elk tabblad... zitten wel meerdere lagen verborgen. Standaard zijn er een paar aangezet die het meest relevant zijn. Ja. Maar je hebt niet in elk tabblad alle kaartlagen ter beschikking. Ja. Ja. En kan ik ook weidevogels en zo aanklikken die niet bij bos willen zitten? En het dan niet meer doen? Kwartelkoning en porseleinoen, allemaal niet geschikt om bos naast te doen? Nee, de soorten die we hier hanteren. Hè, mm-hmm. En die ook, zeg maar, in je, hè, als je die simulatie uitvoert. Dan worden hier effect op fauna aangegeven. Dat zijn dat zijn allemaal soorten die gerelateerd zijn aan ooibossen. Aan ooibos, ja. Dus weidevogels zitten daar niet bij. Nee. Maar het is wel zo. En moerasvogels ook niet, nee. Nee, hè, maar je ziet bijvoorbeeld wel in de eerste twee regels van deze tabel hoe bijvoorbeeld de natte ruigtes, die veranderen niet in dit geval. Droog grasland ook niet. Dus ja, in dit geval gaat dat goed. Mm-hmm. Het werkt eigenlijk maar één kant op. Hè? Het is een tool over ooibossen. Dus het zegt in dit geval van, oké, je wilt nieuw ooibos ontwikkelen, die in die groeiplaatstype. Dat gaat ten koste van leefgebied. Ja. Mogelijk. Kan ten koste gaan van leefgebied. Hè? Dus dat heb je hier moeten opgeven. Maar hier heb je gezegd van, die 100 hectare doen we gewoon helemaal hier. Ja. Maar als je zegt van, ik verdeel dat toch.
Ja. Kijk, en dan wordt dit ook rood, want dan zeg je van, hey, besef je wel dat dat, wat trouwens sowieso is er maar, zie ik, 28 hectare. Ja. Nou, maar het gaat even om dat idee, hè. Ja, en dan eigenlijk hoor ik je zeggen van je draait eigenlijk een soort laag voor potentie ooibossen. Dat doet deze tool. Ja. En dan maak je daarnaast je eigen afweging met het kan hier niet, want daar heb ik dat. Het kan daar niet, want daar heb ik dat. Het kan daar niet, want ja, dat is dan informatie die je erbij gebruikt. En zoals ik het net ingevuld heb, hè, dan zie je hier dat het wel ten koste kan gaan van je stroomdalgaslanden. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dus dat doe je liever niet. Dus daarom zet je liever in op die categorie 0. Ja, ja. Maar je kunt het, ja. Er kunnen redenen zijn om dat te doen. Het zijn keuzes die je maakt, hè. Ja, maar ja. Het idee van de tool is dat je de consequenties van je keuzes kunt een beetje evalueren. Hè? Ik bedoel, dit zijn natuurlijk ook inschattingen. Ja. Bas? Ja? Ik zie dat er nog best veel vragen zijn. Ja. Dus het is misschien goed om daar ook even naar te kijken. Ja, is goed. Ga ik wel even verder. Ja, succes. Even kijken, want ik was een vraag aan beantwoorden via de chat, maar die is al beantwoord volgens mij door Gilbert. Het gaat over... Kan je Alan even vragen om live te komen? Ja, die had wat vragen, hè? Ja. Alan, je zoekt het microfoontje. Ja, ik heb hem gevonden. Nou, het lukt wel om de uiterwaarde te vinden. Het lukt ook om de informatie te vinden. Ik dacht wel dat de vegetatielegger niet de actuele vegetatielegger is. Dus dat is wel heel erg jammer, want dan kan ik niet zien waar wel bos zich mag ontwikkelen en waar niet. En ik vraag me nou af, stel ik wil in de Oosterhoutse Uiterwaard bijvoorbeeld een bos ontwikkelen van 25 hectare. Hoe teken ik dat dan in het programma? Dat kan niet. Oh, dat kan niet? Nee, het is een beetje bot, maar je kunt niet op die kaarten kun je niet zelf iets intekenen. Er komt eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord als met Annelies net. Je kunt de informatie oproepen die erin zit. Mm-hmm. Dan kun je zeggen van daar is een zone waar ik wel wat zou willen ontwikkelen. Ja, dat kun je wel op een eigen kaart even intekenen. Maar je kunt dat niet hier specifiek op die kaart intekenen. Wat je wel kunt doen is dat je... even kijken, hoor je dat over Oosterhout? Oosterhoutse waarden, ja. Oh, twee O's. Ik ben een slordige typer, sorry hoor. Oosterhoutse waarden. Of is dat bij SCH misschien? Ja, hij geeft het in dit programma aan als Oosterhoutse weilanden. Weilanden, ja. Oké. Ik ben gekomen via het handje. Het ligt niet zo heel ver onder Wageningen. Ja.
Oké. Maar even kijken hoor. Kijk, waar je het doet, is bij uiterwaarde informatie. Mm-hmm. En dan zeg je hier, je klikt op die uiterwaarde. En dan, zag je wat ik deed? Dat ging een beetje snel. Als je die uiterwaarde klikt, dan krijg je die pop-up. Yeah. En dan klik hier voor informatie. Ja. Yeah. Nou, dat heb ik gedaan. En dan kom je dus in die tool terecht, waar op de eerste tabblad alle actuele informatie staat. Maar nou wil jij die 25 hectare. Dan ga je naar het tabblad simulatie. Dan krijg je hier eerst in deze tabel te zien hoeveel ruimte is er binnen verschillende groeiplaatstypen. En binnen de veiligheidszones. En dus in dit geval zijn er geen mengzones, dus alleen maar binnen en buiten de stroombaan. Ja, dan kun je dus een keuze maken. Hè? En wat voor ooibos wil je hebben? Hardhout of zachthout? De vraag is eigenlijk eerst, waar mag ooibos ontstaan? Zit dat in de tool of niet? Ja, dan ga je naar het tabblad veiligheid. Ja. En dan zien wij hier dat, dit is een spiegelwaal, neem ik aan. Dat ja, klopt. Maar de rest is kennelijk vrij. Nee. Ja, dit is niet de actuele vegetatielegger die hier nu getoond wordt. Dat weet ik niet. Er staat hier Rijkswaterstaat 2020, maar dat weet ik helemaal niet. Even kijken hoor, ik kom even in de... Nee, dat is een van de punten waar we het over hebben. Dat wij voorstellen om live links met vegetatielegger te maken. Er zit nu de tool is gebouwd en geanalyseerd in 2017 tot 2019. En toen hebben we ook al gezegd van ja, eigenlijk moet je voor die vegetatie leggen, moet gewoon een live link in zitten waarin. Hè, want die mengklasse is natuurlijk een belangrijke. En er worden steeds meer mengklassen afgesproken in gebieden in het kader van die vegetatie leggen. En daar zou je dan mee aan de slag kunnen gaan. En ik begrijp dus dat voor de Oosterhoutse waarde opnieuw een gebied is afgesproken waar mengklassen kunnen voorkomen. Is dat juist? Nee. Nee? Er zitten geen mengklasses in de Oosterhoutse uiterwaard. En ik begrijp ook van Rijkswaterstaat dat de intentie is om juist minder mengklasses in de uiterwaarde toe te kennen. En meer gewoon een vegetatieklasse. Ja. Nou goed, kijk, het idee is dan... Dan zou je zeggen dat dus in principe, volgens deze redeneerlijn vanuit Rijkswaterstaat, er in de Oosterhoutse waarde zonder aanvullende maatregelen geen ooibos ontwikkeld kunnen worden. Dus wij zeggen buiten de stroombaan, dat is in principe wel de ruimte waar vanuit ecologisch gezien zich duurzaam bos zou kunnen ontwikkelen. Maar dat betekent dat er wel aanvullende maatregelen genomen moeten worden. En dat daarvoor een afspraak moet worden gemaakt met Rijkswaterstaat. Dus moet een integrale opgave worden gerealiseerd. Dus in eerste instantie is het de tool vanuit de ecologie geredeneerd van... Oké, waar is buiten de stroombaan ruimte? En vervolgens zal daar, een plan opgemaakt moeten worden. En dat moet dan hydraulisch getoetst worden. En dan komt daar... Er zit hier ook geen hydraulische toetsing in. Dat is ook nog een link, een cyclus die zou moeten plaatsvinden. Maar daarvoor ziet deze tool ook niet. Maar het is wel het gesprek wat je op basis hiervan met Rijkswaterstaat kan voeren over waar je ecologisch gezien je bossen zou willen ontwikkelen. En dan vervolgens breng je dat in een... Wat betekent als je dit hydraulisch toetst en... welke aanvullende maatregelen zouden genomen moeten worden en hoe kan dat weer opnieuw terugkeren in de legger. Dus dat is in feite een soort cyclus die wij voor ons zien. Ja. Oké, ik ga nog even oefenen met het programma. Bedankt voor jullie uitleg. Ja,
Even kijken hoor. Ik zie een vraag over Merwedepol. Zal ik even kijken? Die had ik al beantwoord, Bas. Die Merwedepolders, die zit er niet in, want er houdt hij op. Oh, oké. Dat is Biesbos. Oh, dat is Biesbos. Oké. Okay. Zou je iets kunnen zeggen over die, even over die alluviale bossen, die bostypen? Even kijken, welke vraag is dat? Oh, hier, van Annelies. Ja. Associatie Vogelkers, Essenbos. Volgens mij een 4, maar... Daar heb je toch hier een tabel van, dacht ik. Even kijken hoor. Ja. Vogelkers, Essenbos. Oh. Dat zou hier ergens onder moeten vallen, toch? Ik kan het niet vinden. Nee. Even kijken wat... Ik heb profielendocumenten er al bijgepakt van waar zit hij dan in. Hij valt officieel onder zachthout ooit bos. Mm-hmm. We hebben wel een categorie 4a toegevoegd voor de natte bossen in de kwelzones. Ja, hij zit een beetje in die Elsenbroekhoek. Er zit in die Elsenbroekhoek en die was specifiek voor voor een aantal gebieden langs de Maas. De oude meanders die daarmee worden gedekt en gebieden langs de Veluwezoom, kwelgebieden. Ja, dat hoopte ik al. Daarom dacht ik leuk voor de Hoenwaard. Maar dan is het 4a. 4a, ja. Okay. Ja. Dus de vraag is even of dat daar... Of die in zit in de Hoenwaard. 4a, dat is die blauwe kleur. Ik denk dat die, dit is 5. Ik denk 4a er toch niet... Die zou je dan aan de westkant verwachten, hè? Ja, precies. Ja, dat denk ik eigenlijk, ja. Maar hij moet wel ook, las ik in het profielendocument, onder mits... op alluviale bodem en onder invloed van beek of rivier. Ja. Dit is 5. Je kun je ook nog op klikken, zie je dat? Als je op zo'n kaartvlak klikt. Ja. Bij die 4a. Ja, het punt daarbij is dat wij, zullen we zeggen, de grondwaterinformatie die we gebruikt hebben, die komt van het NAI af. Oh, Nationaal Hydrologisch Instrumentarium. En we hebben gekeken naar de regionale modellen die er zijn. Maar de regionale modellen die geven eigenlijk voor het rivierengebied toch behoorlijke afwijkingen. Dus wij hebben het niet aangedurfd om, zou ik maar zeggen, de regionale modellen in te bouwen in de tool. En zijn daarbij weer teruggevallen op het Nederland model. Ja, en dan mis je eigenlijk toch wel in dit soort specifieke randsituaties een beetje de nuance. Hè. De grote dingen komen er wel uit. Mm-hmm. Maar echt hele lokale kwelplekken, dat mis je dan. Ja. Dat is toch wel een groot probleem bij dit soort Nederlandse, op Nederland toepasbare systemen, dat je qua grondwater, Dat is altijd heel lastig. Dat welk is model echt heel lastig. Ja. Voor je vraag, ja. Ik zie nog een vraag van Lisa van Doorn over het formulier F2. Ik weet niet precies wat de vraag daarbij is. Ik snap niet zo goed hoe ik nu mijn hectares moet verdelen. Kan ik gewoon wat invullen? Ja, in principe wel. Maar kijk, je begint ermee. Hè,
In die tabel S1, daar staat de uitbreidingsruimte binnen de groeiplaatstype. Er lopen twee dingen door elkaar. Hè? Voor de ooibossen hanteren we die groeiplaatstype. Maar voor fauna hebben we het over leefgebieden. Want dat is minder direct gebonden aan alleen maar ooibossen. Er zijn soorten bij die ook andere delen van het landschap gebruiken. Mm-hmm. Dus die, je geeft eerst aan hoeveel hectare je binnen verschillende groeiplaatstypen zou willen ontwikkelen. En vervolgens zeg je van, nou, binnen welke leefgebieden wil je dat dan doen? En dat moet je dus in dat formulier F2 invullen. Waarbij die leefgebieden, dat is natuurlijk elders wel verklaard wat het is, maar als je met je muis naar boven gaat, dan zie je dus natte ruigte en moeras. 4, dat zijn droge ruigte en droge graslanden. 6, dat is stilstaand water. En 0, dat is de overige, de landbouwgronden, zeg maar. Dus hier kun je kiezen wat je wil. En als je het niet ten koste wil laten gaan van andere leefgebieden, dan kies je bij voorkeur in die categorie 0 om daar te laten ontwikkelen. Maar je kunt er ook voor kiezen om, net ook ergens een keer geprobeerd, zal maar zeggen, een deel in die droge graslanden te ontwikkelen. Maar dan kleurt dit rood. En dat kleurt rood omdat het eigenlijk een waarschuwing is van denk erom. Dat gaat ten koste van je stroomdalgraslanden. Dus. Snap je? Dus dat is eigenlijk het idee hierbij. Op het moment dat je hier wat dingen ingevuld hebt. Hè, ik heb het hier overal buiten de stroombaan gedaan. Maar je zou ook nog kunnen kijken of er... misschien een deel in die mengklasse kan ingevuld worden. Ik gaf daar net 20 hectare in die mengklasse. Maar er is in die mengklasse maar ruimte voor 7,7 hectare. Dus oké. Dan wordt dat afgekapt. Hè, maar goed, dan kun je nog zeggen van oké. Nou heb ik hier 2 hectare te veel. Kijk, zo kom ik op 0, dan wordt dit keurig groen. Ik heb alles verantwoord wat ik boven ingevuld heb. Er zitten hier daar wat afrondingsfoutjes in, maar dan moet je. Het is gewoon een tool om dingen te proberen. En als je dan zegt beoordeel je keuzes, dan wordt uitgerekend hoeveel extra ooibos heb je binnen die groeiplaatsen. Nou, je hebt alleen maar die 2 groeiplaatsen geselecteerd, dus dat klopt. En wat zijn de consequenties voor je leefgebieden? Ja, ook. Ja? En mag ik dan nog een vraag stellen? Want ik zag op het begin al dat het niet mogelijk was om dit voor het hele rivierengebied te draaien, toch? Ja, je kunt het alleen maar per uiterwaarde evalueren, ja. Maar zijn er wel iets van analyses gemaakt van hoeveel ooibos er potentieel ontwikkeld zou kunnen worden in het rivierengebied? Die leg ik even bij Gilbert neer. Heb je er meegekregen, Gilbert, die vraag? Ja, ik heb hem meegekregen. Er is in het kader van de programmatische... Nee, niet programmatische... Ja, programmatische aanpak grote wateren is een studie gedaan door... een collega van mij, Theo van der Sluis, die heeft dat vertrokken. En daar zit in de bijlage volgens mij een soort analyse van het areaal ooibos wat op deze manier ontwikkeld zou kunnen worden. Dus daar is wel naar gekeken in die studie. Je kan de link naar die studie denk ik zo wel even in de chat zetten. Oh ja, dat zou fijn zijn. Maar er is nog niet... Echt, dit is wel in het kader van
die programmatische aanpak is dat gedaan, maar er is nog niet echt een vraag naar geweest. Laat ik zo, hij is nog niet systematisch uitgewerkt op deze manier voor het hele rivierengebied. Hij zit er meer als voorbeeld in. Dus ik zal de link erin gaan zetten. En als ik dus zou willen weten waar ik ooibos zou kunnen realiseren zonder andere leefgebieden in de weg te zitten, zou ik gewoon uiterwaard voor uiterwaard kunnen aanklikken. Ja, dat zou het gevolg ervan, ja. De hele analyse, zou ik maar zeggen, dat zou... Kijk, er zitten nog een aantal niveaus in die niet gebruikt zijn. Dat zijn de riviertakniveau en het Smart Rivers niveau. We hebben de indeling van de rivieren in Smart Rivers riviertrajecten. En daar is het wel het idee op voorbereid om te zeggen van... Kun je dat dan niet op dezelfde analyse doen op een riviertrajectniveau bijvoorbeeld? En dan... Dan zie je eigenlijk veel meer de samenhang tussen die verschillende uiterwaarden en de effecten van ontwikkeling in de ene uiterwaard ten opzichte van de andere uiterwaard. Maar dat zit nog niet, dat zit gewoon niet in deze tool. Dat vraagt om een vervolgaanpak, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Nee, oké. Dat is prima. Dan weet ik voor nu genoeg. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Ik wil over een paar minuten weer beginnen met het centrale gedeelte. Dus kijk even of je dingen moet saven of afsluiten. Of nog net even die laatste swinger aan wil geven. Want dan wil ik straks ook weer gezamenlijk afronden. En Gilbert en Bas nog even de gelegenheid geven om even misschien de benen te strekken. Als jullie dat nu willen, dan zou ik het zeker even doen. Ja. Ik wil iedereen zelf nu afsluiten. Bas, ik denk dat jij je scherm aan het delen bent nu. Oh ja, dan zal ik even... Ja, misschien even kunnen stoppen. We iedereen erbij kijk, pakken. Daar, daar is iedereen weer. Er zijn twee harde werkers weggegaan. Die hebben wel... Akeline, die heeft wel gezegd bedankt voor de presentatie van de interessante tool. Ik moet er vandoor. Volgens mij heeft ze wel hard meegewerkt. Eerst even, hoe was het om hiermee te werken? Ik hoorde een aantal mensen er heel diep in gaan. Ook veel technische vragen natuurlijk. Bas, hoe was het voor jou om alle opmerkingen te krijgen? Je hebt volgens mij een hele lijst met dingen op je wenslijst staan. Van dat moet eigenlijk ook nog kunnen. Ja, maar dat heb je altijd als je iets maakt, hè? Ja. Maar, Ik denk, er zijn natuurlijk een aantal functionaliteiten die heel prettig zouden zijn als je die kunt combineren. Hè. En dan, wat ik met name meekrijg, de uitwisseling met je eigen gistbestanden. Hè. Dat zou heel fijn zijn als je je eigen kaart toe kan voegen. Hè. Maar ook de vraag kwam van om de informatie die in de tool zit... te exporteren, dat je daar zelf in je eigen gist mee kan werken. Dat gaat twee kanten op.
ja, dat, dat zijn dingen die... Ik heb niet in, op een rijtje wat in hoeverre die tool van Esri, waar we dit mee gebouwd hebben, die story maps, daarin voorziet. Het is typisch een tool waarmee je heel makkelijk mooie presentaties kan maken. Maar om die reden heeft het volgens mij ook zijn beperkingen. Ja. En dat is één ding. Ja, en... Ja, en uitwisseling, tussen bestanden is altijd lastig. Ja, kijk, ja. En de simulaties wat we nu kunnen uitvoeren... Ja, daar zit geen ruimtelijke component aan in die zin. Hè. Dat zul je toch gewoon in je eigen omgeving moeten doen. Hè. Maar goed, Annelies zei ook al van ja, het blijft natuurlijk werk voor ecologen. En ik hoop ook dat dat altijd zo blijft. Want het moet gewoon met verstand gebeuren. Maar ik denk, je hebt je eigen kaart. En je denkt van, nou, het zou toch mooi zijn als we wat extra ooibos kunnen ontwikkelen. En je kijkt op je eigen kaart van waar je dat zou willen. En ook met de informatie die in de tool zit, kun je daar keuzes in maken. En dan zeg je, oké, dan heb ik zoveel hectare. En dan is vervolgens in het dashboard kun je dat invullen. En dan weet je wat het effect is. Daar gaat het om. Ja. En ja... Het is altijd fantastisch als je dat in één groot ruimtelijk model kan stoppen, maar dat... Ja, dat komt ook misschien ooit. Nou ja, dat hangt misschien een beetje ook af van de vraag en wie bereid is om daarvoor te betalen. Ja. je hebt hier in ieder geval 20 enthousiaste ambassadeurs, dus die kan je alvast inzetten. Maar goed, los daarvan kan ik ook niet garanderen dat alles ook technisch echt ook haalbaar is, hoor. Ja. Ik bedoel, we willen van alles. Maar... Ja, nee, dat is helder. Ik wil naar de bespreking van een casus om door te lopen. Gilbert, heb jij bedacht welke je als eerste wil pakken? Ja, ik wou even beginnen met een toelichting op Keynesse waarden. Prima. Dan heel eventjes voor de vragenstellers in de chat. De chat wordt gesaved. En vragen die nu niet aan bod komen, of nog feitelijke vraagjes en dergelijke, komen in het verslag. Dus als je vraag nu niet aan de orde komt, we pakken ze straks op. Zorgen dat ze alsnog een antwoord krijgen, of van VBNE, of van Bas of van Gilbert. En dan komen ze bij het verslag. Dus dan vind je dat weer terug, eventueel met een linkje als dat nodig is. En ook de linkjes in de chat zijn al gesaved, dus die krijg je dan ook in het verslag erbij. Gilbert, jij pakt Keynesse waard erbij. Ja, ik hoop dat dat nou... goed gaat, maar ik ben bang dat jullie mijn gedeelde scherm zien. Ja, we kunnen ermee leven. We kunnen ermee leven, ja, goed. Oh. Even jullie zelf aan de kant schuiven. Als dat lukt. Nou, dat lukt niet. Goed, jullie zien... Wat ik eigenlijk in de bespreking wil doen, is eerst even naar de kaarten kijken, zoals wij bedacht hebben hoe je de tool zou kunnen gebruiken. En dan vervolgens door te gaan naar het dashboard, waar we de informatie, de 100 hectare, hebben ingevuld en wat daar dan de consequenties van zijn. Nou, op de kaart van de groeipaadstype van Kane zien jullie de verschillende groeipaadstypen die daar aanwezig zijn. En het grootste deel van deze... Uiterwaard ligt in de groeipaads type 4 en 5. Dat betekent dus richting de meer drogere ooibossen, de hardhout ooibossen. En alleen aan de randen van de restgeulen vind je de zachthout ooibos type 2 en 3. He, dus de uitgangssituatie voor Keynesse is in dit geval een droge uiterwaard met vooral groeipaadstype voor de hardhout ooibos type. Plaatje zie je dan de huidige bossen erop geprojecteerd, wat er aan bosareaal is, in die kleurtjes donkergroen en geel. Dat zijn de bossen en de struwelen die er al aanwezig zijn. Nou, het is eigenlijk een relatief geringe oppervlakte aan bos erin. De volgende slide is dan hetzelfde, maar dan voor de stroombaan, de waterveiligheid. En nou, ook hier, groot deel ligt dus buiten de stroombaan van deze
buiten de stroombaan. En in dit gebied zijn ook geen mengklassen gedefinieerd waarbinnen al een zekere bosontwikkeling is toegestaan. Dus voor dit gebied geldt dat in principe duurzaam ooibos vanuit het ecologisch perspectief te ontwikkelen is. Maar reken er wel mee dat je in gesprek zal moeten gaan met Rijkswaterstaat over de compensatie daarvan. En dat brengt ons eigenlijk direct naar de andere kant, dat we zeggen die ooibosontwikkeling moet eigenlijk samengaan met het optimaliseren van je leefgebied als geheel. Dat betekent dus dat ooibosontwikkeling zou kunnen de consequenties zou kunnen hebben dat je ook meer stromend water, nevengeulen, geïsoleerd water of lagere overstromingsgraslanden, moerassen aanlegt. De volgende slide laat zien de actuele natuursituatie. En wat ik hierop aangegeven heb, zijn de actuele leefgebiedcomponenten, zoals we dat zeggen. Dus dat zijn in het groen zijn dat nu al natuurlijke graslanden. In het paars zijn dat de moerassen die aangegeven zijn in Uitwaard. En doorheen zie je een beetje die stippen en die rode stippen. Die geven dan de natuurkwaliteit die duidelijk gerelateerd is aan die kleine complexes ooibos. Daar zitten al behoorlijk wat ooibossoorten ook die er aanwezig zijn. Dus dit geeft een beetje in je beeld van hoe je huidige natuurtype en de kwaliteit ervan in de Uiterwaard is vertegenwoordigd. Dan moet ik even doorscrollen naar... deze, maar... jullie kunnen nog voldoende lezen, de grootste... Ja? Oké, de opgave was dus die 50 hectare... of die 100 hectare hierin te realiseren. Nou, dat doe je in dat eerste scherm. Kun je kiezen waar je dat doet. We hebben gezien dat er ruime ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor die twee drogere varianten van het ooibos. Dus ik heb daarin 50 hectare groeipadstype 4 ontwikkeld en 50 hectare groeipadstype 5 ontwikkeld. Ja, er is nog veel meer benutbaar, maar dat is dus een deel van die Uiterwaard. En dan de consequentie van die inrichting zie je dan in deze bovenste figuur, in het bovenste deel van de slide. Dat is dus dat we uiteindelijk daar in de Keense Uiterwaard 110 hectare ooibos hebben ontwikkeld. En die kleuren groen of geel of rood, die hangen dan samen met van voldoet dat aan mate voor minimumstructuurareaal of minimumdynamiekareaal. Nou, en je ziet dus nu dat je eigenlijk redelijk aan de structuurareaal maatstaven voldoet, maar dat dit bostype als het gaat om dynamiek, en die dynamiek heeft alles te maken met de vraag van je kan je daar ook cyclisch uiterwaardbeheer of cyclisch bosbeheer toepassen? Dat was ook een belangrijke vraag. Daarvan zeggen wij, voor dat cyclisch bosbeheer heb je toch behoorlijke arealen nodig, wil dat vallen binnen het idee dat je oud bos creëert met alle ontwikkelingsfasen daarin, dan wil je dat kunnen doen en ook cyclisch willen beheren. Dus geulen erin, kappen zoals dat in de Millingenwaard gebeurd is, dan heb je toch behoorlijke arealen nodig. Dus als het gaat over strategie, is onze boodschap van dat cyclisch bosbeheer gaat samen met grote bosarealen en past dat niet toe in hele kleine gebiedjes. Want daar is de draagkracht van het ecosysteem onvoldoende voor. Dat is de achtergrond achter deze kleurtjes in het groen. Nou, ik heb daar even ter vergelijking, had ik de Keense Uiterwaard daar al even achter gezet ook. En dan zie je dus dat in de actuele situatie al behoorlijk wat bos aanwezig is. En dat in de situatie van het ontwikkelen van de 100 hectare die we daar willen, dat het eigenlijk alleen maar daar sterk in verbetert. Dus dat geeft een ander resultaat in je benadering. Betekent dus dat de Hoenwaard bij 100 hectare bos ontwikkelen een veel duurzaam en stabieler systeem is, waar je ook die elementen van cyclisch bosbeheer in zou kunnen toepassen. Dat is de achtergrond van deze manier van kijken.
Gaan we terug naar de Keense waard. Nou, wat betekent dat dan voor de verschillende soorten die na 20 jaar zich zouden kunnen ontwikkelen? En dan zie je dus dat er in de Keense waard best wel een ontwikkeling aan het toenemen van het aantal soorten te verwachten is. Zowel voor de boomvormende vaatplanten als voor de struiken zie je dat er een lichte toename is. En ook de kruiden kunnen ook toenemen. Naarmate zeg maar zeggen, het areaal zich verbetert, de kwaliteit daarvan beter wordt, zijn er in de omgeving van de uitwaard voldoende soorten. Is een soortenpool voldoende groot om ook in de Keense uitwaard tot ontwikkeling te komen. Ze verwachten daar dus een toename ook van het aantal kenmerkende soorten van bossen in uitwaarden. Goed, doen we dat voor... Misschien even, Gil, moet je er doorheen willen we nog een andere casus pakken. Ja, precies. Nou, oké. Dit is dan de laatste analyse. En dat had ik ook... Zit ook twee schermpjes over elkaar. Dus ik zal het even op deze manier doen. Dan zie je dus dat de Keense uiterwaarden voor een aantal, vooral voor de kleinere soorten, prima stabiele leefgebieden kunnen zijn. Hè, voor kamsalamander voldoende areaal om daar een stabiele populatie te laten ontwikkelen. Ook voor allerlei andere soorten die met kleine leefgebieden uit de voeten kunnen. Kijken we naar de wat grotere soorten die wij hebben meegenomen. Hè, de visarend en de otter. Dan zie je dat er een aantal leefgebiedcomponenten ontbreken in dit geval. En dat is bijvoorbeeld de hoeveelheid open water in Keense uiterwaarden. Die nou helemaal eigenlijk in de ectopenkaart vooral vermoerast is, zou ik maar zeggen, dat gebied. En daar hebben soorten behoefte aan. Dus je ziet dat er wel een verbetering plaatsvindt in de bosarealen voor deze soorten. Maar dat in dit geval het open waterareaal indicatief is voor dat het leefgebied als zodanig voor deze soorten om überhaupt daar een territorium te ontwikkelen, gering is. Dus dat is eigenlijk de uitkomst van deze analyse. Goed, ik heb nog even gekeken naar de vraag, was dat de Oosterhoutse uiterwaarde, even kijken of ik die kan vinden. Ja, dat is deze. Eigenlijk dezelfde kaarten daar gebruikt. Hier zie je dus een kaart van de groeiplaatstypen en de huidige areaal bos erop. En je ziet vooral inderdaad aan, in tegenstelling tot Keent, dat hier aan de noordoostzijde vooral de relatief lage groeiplaatstypen voorkomen. Dus de ontwikkelingskansen voor zachtend ooibos zijn daar relatief goed. En op het gebied tussen de Spiegelwaal en de rivier zelf, daar vind je vooral wat arealen van hardend ooibos. De meest droge type. Dit zijn ook zandige groeiplaatsen. Hè, dus die ook geschikt zijn voor die meest droge type. En zelfs in die gele, dat is nog niet aan de orde gekomen, maar dat zijn de zwarte populier locaties. Hè, de stranden en wat ook een apart bostype is. Daar is ook ruimte voor. Nou. In deze kaart zie je dan ook wat de stroombaan is. Dat betekent dus dat een deel daarvan ook buiten de stroombaan valt. En in deze kaart zie je dan nogmaals ook de natuurkwaliteit weergegeven. Nou, als je daar dan, dat was de vraag, 25 hectare wil ontwikkelen. Nou, dan hebben we dat verdeeld over in dit schema over de verschillende bosarea, over de verschillende groeiplaatsen. Hè, van 2, 4. Hè, dat kan je spelen met de plek die je zelf kiest. Dat kan je dus hierover verdelen. Je hebt geen conflict. Geen conflict hier met andere natuurtypen. Hè. Ik kan alles kwijt binnen de agrarische omgeving. Dus ik kom niet mee in conflict. En vervolgens staat daarbij wat dit mij oplevert als het gaat om het bosareaal. En dan zie je aan de lichtgroene kleur dat het voldoet aan als geheel aan minimum dynamiek areaal. Nou, als structuurareaal, maar eigenlijk als bostype voor dynamisch bosbeheer, cyclisch bosbeheer, zijn het allemaal te kleine versnipperde eenheden. Goed.
Zover was ik even gekomen in het analyseren van de Oosterhoutse waarde. He, daar zit, als je in de tool kijkt, vervolgens komen die twee andere typen nog tegen. Of die twee andere uitkomsten over de soorten die je daar mag verwachten. En het gebied evalueren als groeiplaats voor de fauna. Nou, dat geeft dan jou de informatie om hiermee verder te gaan. Even... Ik begrijp dat de tijd niet meer... We hebben mensen beloofd dat we tegen 11:45 afschakelen. En dan heeft iedereen ook 2 uur uitgebreid naar zijn scherm zitten kijken. Dus dat is ook wel voor ons allemaal een beetje de max. Ja hoor. Als jij je presentatie uitzet, dan kunnen we elkaar weer zien. En, dan krijgen we diezelfde punt als Bas had. Ja, als je twee schermen hebt. Er zit een knopje. Er zit een knopje en het zit boven in je Zoom scherm. En sharing of iets dergelijks. Ja, want als jij, wat dat had ik gedaan. Oh ja, stop share. Ja, precies. Ja. Oké, daar zijn we allemaal weer. Nou, ik vond het echt superleuk. Maar ik wil van de anderen natuurlijk horen. Is iemand er heel ver in gekomen? Hebben we wat evaluatieve opmerkingen richting Bas en Gilbert? En vooral natuurlijk heel veel complimenten waarschijnlijk. Maar is iemand redelijk ver gekomen? Krijgen we de dikke duimen van Jan al? Heeft het mensen geholpen? Er waren 6 mensen die zeiden van, nou, ik ben echt met een opdracht bezig. Ik heb echt een casus waar ik zeer snel ook hier wat over moet weten. Heeft het je geholpen? Kan je hiermee verder op deze manier? Kijk even naar William, die had iets ingebracht. Ellen had iets ingebracht. William, jij zat in de biesbos, kan ik me herinneren, William. Gaat dit helpen? Moet je even je microfoon aanzetten? Mijn microfoon doet het niet, schrijft William. Oh, nee. Oh, wacht even, ik zie het hier. Oh. Nou, nou, dan, Voor William wel kan spreken dat het voor de biesbos niet gaat helpen, want de begrenzing van het gebied is in feite bij de bovenrivieren neergelegd, dus bij... De biesbos zit niet in de tool, dus bij die opgave geldt het niet. Maar dat neemt niet weg dat je voor de biesbos dit natuurlijk op dezelfde manier kan uitbreiden. Ja, stom. Dat zag ik inderdaad in de chat voorbij komen dat de biesbos er niet in zat. Had ik kunnen weten. Sorry, William. Mm-hmm. Goed. Hey, dan gaan we zo langzamerhand afronden. We hebben, wat ik net zei, we hebben de chat, die gaan we ook zorgen dat die bij het verslag komt. Dus dan kan je ook nog even vragen en antwoorden of linkjes die daarin staan, die kan je terughalen. We zullen zorgen dat het linkjes beschikbaar is. En Bas, Gilbert, hoe was het voor jullie om zo op deze manier een workshop te doen met deze groep? Ging dat een beetje? Ja hoor. Ja. Moeten jullie nu echt een half uur gaan wandelen om even bij te komen? Nou, ik ga wel wandelen, maar ik merk dat het inderdaad in de chat iedereen op tijd bedienen van zijn vragen, dat toch nog wel een heel dingetje is om dat bij te houden. Dus dat je zou bijna nog iemand in zo'n sessie hebben die de chat heel goed bewaakt en eigenlijk daar alleen maar op reageert. Ja. Ja. Ik zie Jos nog zo zijn hand opsteken. Ik dacht eerst, hij zwaait ons gedag, maar dat doet hij niet. Hij wil nog heel graag een vraag stellen. Jos, ga je gang. Ja, goedemorgen nog even. Nu we toch op het einde zijn, even een vraag die ik toch wel heel serieus heb. Hoe en wanneer komt deze tool beschikbaar? Want ik begrijp dat dit nu net ontwikkeld is, als ik het goed zie. En hoe ziet het vervolgpad eruit? Dankjewel, ja. Hij is al beschikbaar. Je hebt er net mee gewerkt. Ja, maar stel dat mensen in een werksituatie daarmee aan de slag willen. Is de tool vrij beschikbaar? Of moet je ergens een abonnement nemen? Hoe moet ik dit zien? Nou, volgens mij is het zo dat de tool straks, de link naar de tool op de OBN-website gepubliceerd wordt bij de afronding van dit project. En dan kan die gewoon vrij gebruikt worden door iedereen. Oké. Okay. Dan krijg je niet zo'n handige helpdesk meer bij. Ja, maar dat is ook de bedoeling van OBN. Daar kan ik mooi mee afronden. Dank voor het bruggetje, Jos. Ja, OBN, natuurkennis.nl, daar kan je alles op terughalen. En dankzij LNV en de provincies kunnen daar onderzoek doen en dat onderzoek ook beschikbaar maken als VMNE. En dat betekent dus dat zaken die in het kader van OBN ontwikkeld worden,
dus ook dan meteen voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn. En wij proberen door middel van deze webinars, veldwerkplaatsen, andere activiteiten ook te zorgen dat die kennis niet alleen maar op de website staat, maar ook dan in de praktijk beoefend, beschikbaar komt, dat je ermee aan de gang gaat en dergelijke. Maar dat is inderdaad precies de bedoeling om kennis te maken en vervolgens ook te verspreiden. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor deze ochtend. Om nog iets meer evaluatie van jullie te krijgen, komt er zo meteen een evaluatielinkje. Wanne gaat dat in de chat zetten. En het zou ons helpen als jullie de moeite willen nemen. Het is ongeveer 1 minuut werk om die evaluatie in te vullen. Het blijft toch een beetje proberen hoe we op een mooie interactieve manier dit soort webinars kunnen vormgeven. En dan is het prettig om daar jullie feedback op te geven. Mag ik nog iets daarover zeggen? Want ik had ook nog een aantal generieke vragen te stellen. Dus misschien kunnen die ook meegestuurd worden. Ja. Het gaat over de... Wat kan je ermee en wat zou je nog verder ontwikkeld willen hebben? Ik weet niet hoe dat in de evaluatie verwerkt is of dat erin zit, maar ik zou daar graag ook nog wel wat feedback op willen hebben. Ik heb al wat opgeschreven, maar als mensen nog specifiek op zouden willen reageren. Ja, wellicht dat we dan in het verslag naar deze mensen toe jullie e-mailadres ook zetten. Met dan het verzoek erbij van, goh, als je ermee gewerkt hebt, geef echt nog even wat feedback aan Bas en Gilbert om de tool verder te verbeteren. Nou, ik wil jullie ongelooflijk bedanken. En we kunnen geen applaus geven, maar misschien de Irma manier. Hè. Sinds Irma kennen we allemaal gebarentaal. Dus dit is applaus in gebarentaal. En wat mij betreft voor jullie bij deze. Heel erg bedankt voor jullie begeleiding en ontzettend mooie manier waarop jullie al die vragen hebben beantwoord. Ik wens iedereen nog een hele fijne vrijdagmiddag en straks weekend. En zoals gezegd, vragen komen bij je terug. Vul de evaluatie in en laat ons weten wat je ermee kan. En Gilbert en Bas, super bedankt. En iedereen verder, tot ziens en tot een volgende webinar. Dag! Ja, graag gedaan. Was leuk. Ja,